afstemmen van de behandeling op de verwachtingen van de patiënt. Ik denk dat dat essentieel is om de behandeling vol te houden. We willen graag weten van de patiënt, wat is voor u belangrijk? Hoe kunnen we u het beste ondersteunen? En als team proberen we dat op te pakken. De drive om hiermee door te gaan is het moment bereiken dat we iedereen kunnen genezen. Je kan erop rekenen als je hier met slokdarm of maagkanker binnenkomt, dat je de beste zorg krijgt. In welk stadium van de ziekte dan ook. Nou, de diagnose slokdarm of maagkanker is natuurlijk ontzettend heftig om te krijgen. En dan is het fijn dat de patiënt weet, ik ben hier op het goede adres. Ik had jullie gezegd van nou, noteer alle vragen die jullie hebben. En dan, Ik merk dat de patiënt dat heel belangrijk en fijn vindt om een vast aanspreekpunt te hebben. Om te weten bij wie kan ik met vragen terecht en bij wie voel ik me ook veilig en op mijn gemak om de vragen te kunnen stellen. We doen niet anders dan deze ziekte behandelen. We denken erover na. We zien niet anders dan deze patiënten. Want alleen als je heel veel ervaring hebt, kan je gewoon bepaalde nuances eruit halen en kan je fine-tunen. Meneer heeft eigenlijk sinds 3 maanden massageklachten. Is daarbij de kracht in ons instituut zit erom dat wij de patiënt echt vanaf dag 1 met z'n allen zien en beoordelen. We doen dat ook echt gezamenlijk, zodat we ook weten van elkaar wat hebben we verteld en wat speelt er bij deze patiënt. En dat nemen we mee in het behandelplan. Dit is de PET-scan die we vanmorgen gemaakt hebben. Die behandeling die moet je op elkaar afstemmen. En dat moet je niet in de wandelgangen doen, dat moet je in de spreekkamer doen met de patiënt erbij. Het is niet one size fits all. Dan zou ik graag met jullie de volgende patiënt willen bespreken. Er zijn meer dan 1 keer per week multidisciplinaire besprekingen. Iedere nieuwe patiënt wordt dan ingebracht en we kijken met zoveel ogen naar deze individuele patiënt. Dus dat is van chirurgen, internisten, maagdarmleverartsen, radiologen, rijtherapeuten, pathologen. Dat is complementair. Dat is meer dan 1-1. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis doet veel aan onderzoek. We vragen ook alle patiënten om mee te doen aan onderzoek. Er is bijna geen behandeling die we hier doen zonder ook te denken aan bepaalde studies die hier ook gedaan kunnen worden. We proberen continu een verbetering te maken. De patiënt merkt dat ook in de spreekkamer, dat we praten uit ervaring, dat we weten wat we doen. Dat het niet de eerste patiënt is die we behandelen. Dat ziet de patiënt en dat voelt de patiënt. Ja. Goedenavond, dames en heren. Ik geloof, heb ik geluid? Ja, zo ben ik te verstaan. Ja, van harte welkom in Tantoni van Leeuwenhoek. U bent met zoveel. Fantastisch dat u er vanavond bent. Een speciaal welkom voor de vrienden van de AVL Foundation die vanavond aanwezig zijn. En ik zag net in de foyer dat er ook heel veel studenten zijn. Nou, dat vind ik echt ontzettend leuk dat jullie vanavond hier zijn op deze bijzondere avond. We zouden ook vanavond live op Facebook te volgen zijn. Via onze livestream, maar helaas heel Facebook ligt eruit. Niet alleen van ons, maar heel Facebook. Dus Mark Zuckerberg ergens in paniek, denk ik. Maar wij niet hoor, want we gaan gewoon door. Het wordt gewoon opgenomen. En dan is het morgen, als u terug zou willen zien, op Facebook terug te kijken. Goed, nou, wat ik al zei, een bijzondere avond. We gaan het vanavond hebben over maag- en slokdarmkanker. We lieten u net de film zien van onze afdeling. En daarmee hebben we een algemeen beeld gegeven van de zorg en van het onderzoek. Maar we gaan er vanavond op inzoomen. En nou, we hebben een aantal sprekers. U krijgt bijvoorbeeld een overzicht van wat zijn nu de ontwikkelingen en de trends op dit moment. Als we het hebben over de behandeling van maag- en slokdarmkanker. We gaan het over 2 voorbeelden hebben van onderzoek naar maag- en slokdarmkanker wat we hier doen. Maar we hebben ook een quiz. Wat kan je nou eten? Wat is nou verstandig als je maag, darm of slokdarmkanker hebt? En tot slot hebben we ook nog het verhaal van een patiënt. Dus we hebben een heel vol programma. Ja, we gaan eigenlijk maar heel snel beginnen. We gaan na elke spreker heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Daar ruimen we steeds zo'n 5 minuten voor in. Maar als er nou veel vragen zijn, dan is dat aan het eind van vanavond ook nog mogelijk. En we verwachten zo rond 9 uur vanavond klaar te zijn. Maar we gaan snel beginnen en ik stel u graag voor aan de eerste spreker. Dat is Thomas de Wijkersloot. Hij werkt sinds 2018 in het Antonie van Leeuwenhoek. Is maag, darm, leverarts en gaat ons meer vertellen over de ontwikkelingen in de behandeling van maag- en slokdarmkanker. Ja, welkom allemaal. Hartstikke leuk dat u allen hier aanwezig bent. Ja, ik heb een...
een titel meegekregen voor deze presentatie. Trends en ontwikkelingen in de behandeling van slokdarm en maagkanker. En daar zou je eigenlijk ook al meerdere dagen over kunnen vullen. Dus ik heb geprobeerd om het in een kwartier samen te vatten. Maar uiteraard kan ik hier niet alles behandelen. Ik begin even heel erg bij de basis. Maar dat is toch essentieel om te weten. Want waar hebben we het nou eigenlijk over? Over slokdarm en maagkanker. Maar waar zit ook weer de slokdarm en maag? Dat is gewoon puur als u een boterham eet. Doet u deze in uw mond. Deze slikt u door. Die komt in de slokdarm terecht. En de slokdarm stuwt uw boterham door naar de maag. En daar wordt uw boterham vermengd met allemaal maagsappen. Waar de verdere vertering op gang komt. En vervolgens de boterham doorgaat naar de dunne en dikke darm. Nou, als er iets misgaat in die slokdarm en maag, kan er kanker ontstaan. Hoe vaak komt dat nou eigenlijk voor? Want eigenlijk komt het relatief weinig voor in vergelijking met andere vormen van kanker. Want dit is een lijstje van de meest voorkomende vormen van kanker in 2018, dus vorig jaar. Bij mannen in het blauw en oranje bij vrouwen. Bij mannen zijn de meest voorkomende vormen van kanker prostaat, huid en darmkanker. En bij vrouwen is dit borst, huid en darmkanker. U ziet dat hier, de slokdarm, op plek 7 komt bij mannen. Die vormt zo'n 3,6% van alle kankersoorten bij de mannen uit. Bij de vrouwen staat slokdarmkanker niet eens in de top 10. Dus die zit eigenlijk valt buiten de top 10 met 1,4%. Nou, de maag staat daar verder nog verder buiten. Bij mannen 1,3% en bij vrouwen zelfs maar 0,9%. Dan in aantallen. Want bij slokdarmkanker zijn er elk jaar ongeveer 2500 nieuwe personen per jaar die slokdarmkanker krijgen. Er overlijden elk jaar 1900 personen aan slokdarmkanker. En wij noemen in de medische wereld heel vaak de vijfjaarsoverleving. En dat wil zeggen het percentage mensen wat 5 jaar na diagnose van in dit geval slokdarmkanker nog in leven is. Nou, dit was in de jaren 60 ontzettend laag. Was dat na die 5 jaar maar 10%. Dus 90% overleed aan slokdarmkanker. Op dit moment is dat 25%. Dat is wel een stuk beter, maar nog steeds eigenlijk natuurlijk veel te laag. Bij maagkanker, hoe zit het daarbij? Elk jaar zijn er voor maagkanker in Nederland 1300 nieuwe personen per jaar die maagkanker krijgen. Elk jaar overlijden er 1200 mensen aan maagkanker. En die vijfjaarsoverleving was in de jaren 60 19%. En op dit moment ook eigenlijk nog steeds maar een kwart. Nou, wat zien we dan wel gebeuren de afgelopen 30 jaar? Dit is het voorkomen van slokdarm en maagkanker. Vanaf 1990 tot aan ongeveer nu, waarin maagkanker die donkerblauwe lijn is en slokdarmkanker die lichtblauwe lijn. En wat u hier ook ziet is dat maagkanker, dat blijft redelijk stabiel over de afgelopen 30 jaar. Zelfs het daalt zelfs ietsje, maar die slokdarmkanker, dat stijgt eigenlijk alleen maar. En waardoor komt dat nou? Nou, daarvoor moet u weten dat er eigenlijk grofweg twee typen slokdarmkanker zijn. Namelijk het plaveiselcelkanker en de adenocarcinoom. Wat u hier ook ziet is dat met name dat adenocarcinoom, dat juist die afgelopen 30 jaar enorm gestegen is. Hoe komt dat nou? Ja, daarvoor moet u iets weten over de risicofactoren van beide. Want bij plaveiselcelkanker en bij die adenocarcinoom, daar hebt u een hogere kans op als u rookt. Nou, dat was in de afgelopen 30 jaar, is dat roken nog steeds gebleven. Dus dat is nog steeds hetzelfde. Bij die plaveiselcelkanker, dan loopt die even vast. Even kijken of er iets gebeurt. Bij die plaveiselcelkanker, daar hebt u ook een hoger risico op als u alcohol drinkt. Maar ook als u per ongeluk een keer niet een glaasje water uit de keuken hebt gepakt, maar per ongeluk een glaasje schoonmaakmiddel bijvoorbeeld hebt doorgeslikt. En daar kan de slokdarm niet tegen.
En ook die mensen die zo'n kwetsbare slokdarm daardoor hebben, die hebben ook een hogere kans juist op die plaveisselcelkanker. Nou, wat zien we dan bij die adenokanker? Daar hebt u een hogere kans op als u een toename hebt in het gewicht. En dat is natuurlijk iets wat in de westerse wereld een groeiend probleem is. En dat is dus eigenlijk wel logisch waarom ook die adenokanker, waarom dat nou de afgelopen 30 jaar gestegen is. U hebt ook een hogere kans op deze vorm van kanker als u een Barrett's slokdarm hebt. En dit is een Barrett en dit is een Barrett's slokdarm. Maar dan weet u, dit is de Barrett's slokdarm, maar dit zegt u waarschijnlijk niks, maar u kunt het hopelijk nu wel onthouden dat een Barrett's slokdarm, dat u dan een hogere kans hebt juist op die adenokanker. En zo'n Barrett's slokdarm ontstaat eigenlijk met name doordat maagzuur terugstroomt de maag in, waardoor zo'n Barrett's slokdarm ontstaat. En dat is ook de reden waarom we mensen die dit hebben ook beter in de gaten houden. Ja. Ja. Nou, dan bij maagkanker. Wat zijn daar nou de risicofactoren? Dat is ook weer roken, dus daar moet je altijd mee stoppen. Ook weer die toename in het gewicht. En dat is ook als u dit beest in uw maag hebt. En dit is de Helicobacter pylori bacterie. En als wij ook deze vinden bij u, dan proberen we deze altijd zo snel mogelijk uit te roeien door een antibiotica-kuur. Want als deze in uw maag blijft, dan is ook weer die kans op maagkanker groter. Nou, wat zijn nou de klachten bij slokdarm en maagkanker? Die zijn over het algemeen namelijk gewoon best vaag. Bij slokdarmkanker staat het iets meer op de voorgrond. Want die slokdarm, dat is een pijp. En als u iets eet en u voelt dat het eten niet goed zakt, waarbij u zelfs voelt dat het eten achter uw borstbeen blijft hangen, dat zou een teken kunnen zijn dat er sprake is van slokdarmkanker. Dus dat is altijd de reden om bijvoorbeeld de huisarts in eerste instantie te gaan. Ook een afname in het gewicht, waar u zelf geen verklaring voor hebt, dat zou ook een symptoom kunnen zijn waarbij er sprake zou kunnen zijn van slokdarmkanker. Dat geldt ook voor de maagkanker. En vaak een eerste presenterend symptoom van maagkanker is ook buikpijn. Maar buikpijn is natuurlijk een heel, heel vaag symptoom en de kans uiteindelijk dat u iets anders hebt dan maagkanker bij buikpijn is natuurlijk uiteindelijk vele malen groter. Dus dit is altijd best wel lastig. Gebeurt er weer iets? Ja. Nou, hoe kunnen we nou bij uw slokdarm en maagkanker opsporen? Dat gaat met een gastroscopie. En een gastroscopie is eigenlijk een inwendig kijkonderzoek van de slokdarm en maag. Waarbij een slang, wat u hier ziet, daar zit een lichtje op en een cameraatje. En die wordt via de mond naar binnen gebracht. Die gaat langs de keel, naar de slokdarm en dan naar de maag. Soms is over deze gastroscopie, dus over dit inwendige kijkonderzoek van de maag, gaan soms de wildste verhalen de ronde. Dat het echt heel erg belastend zou zijn. Maar dat valt bij de meeste mensen gelukkig heel erg mee. Om dat te illustreren, zou ik u een gastroscopie laten zien die ik gewoon gisteren gedaan heb. Ik heb er gewoon eentje opgenomen. En zo gaat het eigenlijk meestal. En wat u ook zult zien, is dus niet dat de slang door de patiënt in één keer eruit wordt getrokken. Of dat er allemaal heel veel onrust ontstaat. Maar het gaat eigenlijk heel soepel. Maar dit is dus wel zoals het eigenlijk bijna altijd gaat. Ik begin hier gewoon in de mond. En u ziet hier eerst aan de bovenkant. Ziet u de tong? Dus aan de bovenkant ziet u de tong. Dan komt u hier achter in de keel terecht. En hier gaan we naar de slokdarm toe. En dan zitten we eigenlijk al in de slokdarm. Dan gaan we verder naar beneden. Nog verder naar beneden. Totdat we hier op de overgang komen van slokdarm. Of bijna op de overgang komen van slokdarm naar maag. Dat is hier. Dus hier begint de maag. En deze maag is best wel rood en vurig. En deze patiënt heeft een maagoperatie gehad waarbij een deel van de maag mist. En hier ziet u het begin van de dunne darm.
Maar eigenlijk was dus dit gedeelte, dus eigenlijk dat de slang naar binnen gaat, via de mond naar slokdarm en naar de maag. Dat was eigenlijk in 20, 30 seconden. En u zag ook eigenlijk dat het heel vloeiend ging. Geen onrust en zo gaat het eigenlijk meestal altijd. Dus laat u vooral niet weerhouden om te komen als u klachten hebt die kunnen passen bij slokdarm of maagkanker. Nou, dan de behandeling. De behandeling hangt heel erg af van de behandeling hangt heel erg af van het stadium waarin de ziekte zich bevindt. Dus of de kanker zich beperkt tot alleen de slokdarm of de maag, of dat het is uitgezaaid naar bijvoorbeeld lymfeklieren of naar andere organen. Ik ga het nu vooral hebben over als de kanker zich beperkt tot de slokdarm of de maag. Dus ik ga het nu niet hebben over uitgezaaide maag- of darmkanker. Weet in elk geval dat dat als u slokdarm- of maagkanker hebt, of als een patiënt dat heeft, dat dit sowieso een hele complexe behandeling is. En waarbij ook heel veel verschillende dokters ook zijn betrokken. Wat u net ook in de film zag, tijdens zo'n multidisciplinair overleg, zitten al deze dokters die u hier ziet, zitten eigenlijk bijna altijd allemaal bij elkaar en kijken en hebben elk hun eigen invloed op de diagnostiek en de verdere behandeling van die slokdarm en die maagkanker. Ook op bijna elk gebied gebeurt er ook wetenschappelijk onderzoek om die behandeling van slokdarm en maagkanker te verbeteren. Ook het wetenschappelijk onderzoek, dat is ook de basis waarop eigenlijk de behandeling naar slokdarmkanker en maagkanker is gebaseerd. Ten eerste slokdarmkanker. Daar is dus een heel belangrijk onderzoek geweest, de CROSS-trial. En daarin werden mensen met slokdarmkanker. Daarin werd door loting bepaald of mensen een operatie kregen. Dat was op dat moment de standaardbehandeling, zodat de kanker werd weggenomen. Of een patiënt had 50% kans dat mensen eerst werden behandeld met een combinatie van chemotherapie en bestraling en daarna de operatie kregen. En dit werd door loting bepaald omdat dat eigenlijk de enige juiste manier is om goed te onderzoeken of een ene behandeling beter is dan een andere behandeling. Nou, en u ziet hier op de rode lijntjes ziet u op dat moment de standaardbehandeling, dus dat is een operatie. En in de blauwe lijntjes ziet u de mensen die eerst zijn behandeld met een combinatie van chemotherapie en van bestraling en vervolgens de operatie kregen. Nou, als mensen die voorbehandeling niet kregen, dus werden geopereerd, dan was de gemiddelde overleving 24 maanden. En die vijfjaarsoverleving, waar ik het eerder over had, was een derde. Dus 33%. Als mensen nou wel werden voorbehandeld, dus die behandeling kregen vooraf aan de operatie, was die overleving veel en veel beter. Dus gemiddeld 49 maanden. Waarbij ook die vijfjaarsoverleving ook beter was. Dus 47%. Wat we ook hierin zagen, is dat na die voorbehandeling, dat daar ook in toch wel een grote groep van de patiënten uiteindelijk na de operatie bleek dat de kanker helemaal weg was. En dat biedt natuurlijk wel heel veel hoop en aanleiding tot verder onderzoek. Want dit was, want na die voorbehandeling was bijna bij de helft van de mensen de kanker uiteindelijk helemaal weg in die plaveiselcelkanker. En bij ongeveer een kwart bij die adenokanker. Nou, bij maagkanker is ook zo'n soort onderzoek gedaan en dat is de MAGIC trial. En daarin werd aan de ene kant vergeleken, werd de overleving vergeleken van mensen met maagkanker die in aanmerking kwamen voor een operatie die werden geopereerd. En aan de andere kant, de andere behandeling was een operatie met rondom de operatie chemotherapie. Dus 3 kuren chemotherapie vooraf, dan vervolgens de operatie en dan vervolgens 3 chemokuren daarna. En, en hierin werd ook door loting bepaald wat voor behandeling mensen kregen. En wat we hierin ook zagen was dat die vijfjaarsoverleving zonder die chemotherapie, dus met alleen operatie, was dat 23%. En als mensen wel chemotherapie kregen, was dat 36%. Dus dat was ook toch ook een stap vooruit. En daarin zagen we gewoon dat die behandeling daarin beter werd. Nou, dat is onlangs
is de Critics Trial nog gedaan. En daarin werd gekeken of een combinatie van chemotherapie en bestraling na de operatie, in plaats van chemotherapie alleen dus, of dat niet beter zou zijn. En dat werd ook weer door loting bepaald. Maar die overleving was eigenlijk hetzelfde. Dus of mensen nou na de operatie chemotherapie kregen of een combinatie van chemotherapie en bestraling, was de overleving ongeveer hetzelfde. Maar we zagen hierin ook dat eigenlijk maar 60% van de mensen starten met die therapie na die operatie. En dat is natuurlijk ook wel logisch, want mensen zijn na zo'n operatie toch minder fit dan voor de operatie. Nou, dan denkt u misschien, kunnen we niet veel beter voorkomen? De slokdarm- en maagkanker voorkomen door middel van screening. Want u weet misschien wel dat we in Nederland hebben bevolkingsscreening voor baarmoederhalskanker, borstkanker en voor darmkanker. En zou zoiets nou ook niet iets zijn voor slokdarm- en maagkanker? Dat denk ik uiteindelijk niet. Want daarvoor komt het eigenlijk gewoon te weinig voor. En, omdat het zo weinig voorkomt, zou je dus heel veel mensen moeten screenen die je dan achteraf onterecht bijvoorbeeld zo'n maagonderzoek hebt aangedaan. Dus er zijn er heel veel mensen die een maagonderzoek krijgen waarbij niks gevonden wordt. Nou, ook is het zo dat bij slokdarm en maagkanker is niet een heel goed voorstadium van de kanker. Dus bij darmkanker heb je bijvoorbeeld een polyp die je kan weghalen. En als je die polyp weghaalt, voorkom je daarmee dat een polyp uitgroeit tot darmkanker. Bij slokdarm en maagkanker heb je gewoon niet zo'n goed voorstadium als bij bijvoorbeeld darmkanker. En uiteraard, het is ook een relatief belastend onderzoek. Want ik denk dat iedereen hier in de zaal liever met een soort wattenstaafje in de ontlasting roert en dat terugstuurt, dan dat mensen direct zo'n maagonderzoek krijgen. Dus concluderend, bij slokdarm en maagkanker, dat komt dus beide relatief weinig voor. Dus van alle vormen van kanker is dus de slokdarmkanker 2,5% en bij maagkanker is dat 1%. Die vijfjaarse overleving die is nog steeds laag, maar er komt wel langzaam verbetering in. Maar we hebben gewoon nog heel veel te gaan. En ik denk dat we nog heel veel winst hebben te behalen. Maar die vijfjaarsoverleving is dus al geheel zo'n rond de 25%. En als er een operatie mogelijk is, dan ligt dat bij maagkanker zo rond de 40%. En bij slokdarmkanker tegen de 50% aan. Het is altijd een hele complexe behandeling. En weet dus altijd dat bij elke patiënt er heel veel dokters meedenken om zo tot de meest optimale behandeling te komen. Wat is nou de toekomst? Wat ik u eerder vertelde was dat bij die voorbehandeling van slokdarmkanker, dat in een hele grote groep van de mensen achteraf bleek dat de kanker al weg was. Dus wellicht kunnen we in de toekomst toch nadenken over dat we misschien eventueel zo'n operatie achterwege kunnen laten. Dus dat we eigenlijk alleen die voorbehandeling kunnen doen. Waar denk ik ook echt een mogelijkheid zit om de behandeling bij maagkanker ook te verbeteren, dat is dat we de behandeling bij mensen met maagkanker die een operatie krijgen, dat we die behandeling vooraf aan de operatie beter maken. Want die behandeling na de operatie, dat verdroegen heel veel mensen niet en kwamen daar uiteindelijk niet meer aan toe. Dus misschien als je nou die behandeling vooraf aan die operatie nog veel beter maakt, misschien gaat dan komen dan veel meer mensen toe aan de volledige behandeling en wordt die overleving ook gewoon een stuk beter. Nou, en uiteraard, daar heb ik nu helemaal niet over gehad, maar dat zal ook straks wel zeker ter sprake komen. Dat is natuurlijk ook dat er altijd nog heel veel winst is te behalen bij mensen die uitzaaiingen hebben bij slokdarm en maagkanker. Dus er is nog veel te behalen. En nou, ik hoop dat uiteindelijk we weer een stapje verder komen. Dank u wel. Dankjewel, Thomas. En ik ben benieuwd, zijn er vragen? Ik zie meteen al handen. Zegt u het maar, we komen even met de microfoon bij u. Dan kan de hele zaal de vraag verstaan. Goedenavond. U heeft iets gezegd over de belangrijkste risicofactoren. Kunt u iets zeggen? Is er iets bekend over erfelijkheidsfactoren of voeding? Is daar iets over bekend?
Ja, de voeding, dat gaat echt straks nog helemaal aan bod komen. En ik zou het jammer vinden als ik voor de quiz heel veel gras voor de voeten wegmaai. Duidelijk. Van erfelijkheid, ja, dat is met name bij maagkanker. Daar is een bepaalde genmutatie waarbij mensen een hele grote kans hebben op maagkanker. En dat kan je ook testen bij mensen en in families. En als mensen ook zo'n genetische afwijking hebben, kan dat ook een reden zijn om al op jonge leeftijd, als mensen zelfs nog geen maagkanker hebben, al uit voorzorg de maag te verwijderen. Maar dat is niet zo bij slokdarmkanker? Nee, dat is niet. Nee, klopt. Ja. Okay. Nou, dank. Ik zag hier een vraag, een vinger, ja. U had het over verbeteringen voorafgaand aan de operatie. Kunt u iets vertellen wat dat voor verbeteringen zouden kunnen zijn? Bij maagkanker bedoelt u? Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, en daar is men al wel mee bezig, dat je dus op dit moment geven we vooraf aan de maagoperatie chemotherapie, maar je zou ook kunnen bedenken om net als bij slokdarmkanker vooraf een combinatie te geven van chemotherapie en van bestraling. En misschien geeft dat een veel betere kans op de overleving uiteindelijk dan die behandeling daarna. En dat gebeurt nu nog niet? Er is op dit moment wel een onderzoek gaande om te kijken of dat inderdaad of dat beter is. En ik denk ook dat straks de spreker die hierna komt, dokter Chalabi, ook daar wel iets over kan vertellen. Maar dat is weer een hele andere tak van sport. Het gaat over de immuuntherapie. Dank u. U zei net ook dat als er behandelingen voorafgaand aan de operatie worden gegeven, dat dan de resultaten beter zijn van de overlevingskans. Maar wat als nou die chemotherapie voorafgaand aan de operatie niet heeft aangeslagen? Is dan de overlevingskans ook dusdanig lager? Of hangt dat ook weer van andere factoren af? Ja, kijk, dit is natuurlijk inderdaad heel erg lastig. Want dit zijn allemaal getallen voor een hele grote groep mensen. En dus bij alle maagkanker of bij alle slokdarmkanker is er winst te behalen. Maar uiteindelijk denk ik dat in de toekomst gaat het er veel meer naartoe dat we kijken wat voor type kanker is het. Heeft deze patiënt wel baat bij die voorbehandeling? En misschien als iemand geen baat zou hebben, als ze dat al weten, moet je daar dan iets anders mee doen of een ander soort voorbehandeling geven. Dus het gaat er uiteindelijk misschien wel veel meer naartoe dat mensen een individuele behandeling krijgen en niet zoals waarop al dit onderzoek is gebaseerd over grote groepen bent. Dus eigenlijk zegt u ook van als het voorafgaand gegeven is en het heeft toch niet aangeslagen, wil niet zeggen dat het een mindere kans van slagen heeft op overleving of... Nou, kijk op zich natuurlijk als chemotherapie vooraf of een combinatie van chemotherapie en bestraling, als daardoor als dat niet heeft aangeslagen, dan moet je dat eigenlijk een beetje zien als dat mensen misschien wel geen chemotherapie hebben gekregen. Dan zou je dat ongeveer kunnen vergelijken met die andere lijn dat mensen alleen een operatie krijgen. Maar je weet nu op dit moment nog niet helemaal van bij wie slaat het nou perfect aan en bij wie slaat het minder aan. Thomas, is dat dan ook iets, want we hebben hier natuurlijk een van de onderzoekslijnen hier in het AVL, is personalized medicine. Is dat dan ook waar je wat je bedoelt? Dat je zo specifiek aan de hand van bijvoorbeeld het DNA van iemands tumortype kunt gaan behandelen? Toekomstmuziek is dat misschien, maar dat is nu op dit moment nog niet zo. Oké. Ik denk dat we voor deze ronde even naar de laatste vraag gaan. Ja. U gaf aan dat 60% of 40% van de patiënten na de operatieve behandeling niet meer toekomt aan vervolgbehandeling in verband met de verslechterde conditie van de patiënt. Ja. Zou en ik weet niet of het nu gebeurt, het verbeteren van de conditie vooraf aan de operatie daar een bijdrage aan leveren? Ik bedoel, een fysieke... Ja, dat denk ik zeker wel. Dus ik denk als mensen fitter een operatie ingaan, dan wordt de kans uiteindelijk wel beter. Dus we proberen ook altijd natuurlijk om mensen zo fit mogelijk een operatie in te laten gaan.
waarbij we dus op heel veel dingen letten, zoals voeding en allemaal van dat soort dingen. Is daar een actief programma voor, een prehabilitatieprogramma? Wat bedoelt u daarmee? Dus eigenlijk worden patiënten standaard naar de fysio of... Ja, nee, zeker. Absoluut. Dus mensen gaan naar de fysiotherapie. Mensen krijgen een consult van de diëtetiek. Nee, ze proberen juist dat allemaal zo goed mogelijk te doen. Oké, fijn. We stoppen even voor deze ronde met vragen. Misschien dat we later nog weer met vragen bij Thomas terecht kunnen. Tot zover. Dankjewel, Thomas de Wijkersloot. Ja. Wat Thomas ook al aangaf, is dat we zijn als Antonie van Leeuwenhoek niet alleen een ziekenhuis waar we patiënten behandelen met kanker, maar we doen ook heel veel onderzoek naar de behandeling van kanker. En misschien weet u dat niet, maar we hebben in ons huis 700 onderzoekers. En die zijn de hele dag en zijn altijd bezig natuurlijk met proberen om een oplossing te vinden voor kanker in al zijn verschijningsvormen. Nou, er gebeurt op dit moment heel veel. En een van de ontdekkingen van de laatste jaren, als je het hebt over de behandeling van kanker, is immuuntherapie. En misschien heeft u daar wel eens van gehoord. Bij immuuntherapie wordt de eigen afweer ingezet om de tumor te bestrijden. Nou, Mirjam Galabi is internist-oncoloog bij ons in huis en combineert dat met onderzoek. En zij kijkt of immuuntherapie ook bij maag- en slokdarm zou kunnen werken. Mirjam Galabi. Goedenavond, dames en heren. En welkom op deze mooie avond. Ook bijzonder om te zien hoeveel mensen zich hiervoor ingeschreven hebben. Volgens mij hebben we een record aantal aanmeldingen voor deze publiekslezing. Dus ik hoop dat we dat ook waar kunnen maken en dat jullie hier iets van opsteken. Ik ga jullie iets vertellen over de ontwikkelingen op het gebied van immuuntherapie. Bij slokdarm- en maagkanker, maar ook iets meer in het algemeen. En hoe we hierop zijn gekomen. Ik wil beginnen met dit plaatje. Dat zal u misschien ook hebben meegekregen vorig jaar. Eind vorig jaar is de Nobelprijs uitgereikt aan deze twee heren. Dat zijn Jim Allison, dat is een Amerikaan. En dat is Tatsuko Honjo, en dat is een Japanner. En dat zijn twee onderzoekers die hun levenswerk ervan hebben gemaakt om immuuntherapie verder te onderzoeken. En wat zij hebben ontdekt, ze hebben twee moleculen ontdekt. En dat zijn twee hele andere moleculen, maar dat zijn wel de twee moleculen waar de huidige moderne vorm van immuuntherapie op gebaseerd is. Dus we zijn ze ook heel dankbaar dat zij hierin hebben geloofd en dat zij dit tot dit stadium hebben geleid. Maar het lijkt nu alsof immuuntherapie pas iets van de laatste 10 jaar is, maar het is niet helemaal zo. Het is nu de laatste 10 jaar een revolutie geweest. Immuuntherapie is een standaard behandeling geworden voor heel veel soorten kanker, waaronder melanoom, waaronder longkanker, blaaskanker. Maar daar begon het niet mee. Laten we heel even teruggaan naar begin 1900. Dat is William Coley, die u hier ziet op het plaatje. Dat is deze meneer. Dat is een chirurg uit New York. Dat is een sarcoomchirurg. Een sarcoom, dat is een type kanker die in de spieren voorkomt. En hij behandelde patiënten met sarcomen. En zijn behandeling was opereren. Nou, dit meisje die u rechtsboven ziet, die kwam bij hem op het spreekuur. Die had een sarcoom in haar pols en daar heeft hij aan geopereerd. Dat was een amputatie. Hij dacht, ik heb haar genezen. Een half jaar later kwam ze terug, had ze uitzaaiingen overal en is ze overleden aan haar ziekte. Hij kon daar niet mee dealen dat dat het enige was wat hij kon doen. Hij wilde iets anders betekenen dan alleen opereren. Dus wat hij heeft gedaan, hij is de archieven ingedoken. Hij is gaan kijken naar alle patiënten met sarcomen van de afgelopen 50 jaar. En wat hij heeft gevonden en wat hij wilde nakijken is er een andere behandeling mogelijk dan alleen operatie? Hij heeft een aantal patiënten gevonden die ook een sarcoom hadden, maar die toevallig op hetzelfde moment ook een huidinfectie hadden. En er waren een aantal patiënten die een huidinfectie hadden bij wie de sarcoom kleiner werd of verdween zelfs. En die het veel langer hebben overleefd dan wat je eigenlijk zou verwachten. Dus toen is hij op het idee gekomen, oh ja, maar als die bacteriën dat misschien kunnen veroorzaken, is dat een teken dat de afweercellen, dat het immuunsysteem uiteindelijk die sarcoomcellen gaat aanvallen. Dus wat hij heeft gedaan, hij heeft behandeling ontwikkeld op basis van die bacteriën en op basis van stofjes die bacteriën maken. En daar heeft hij patiënten mee behandeld. Daar heeft hij ook een aantal patiënten ook wel goed mee behandeld. Hebben een aantal van zijn collega's overgenomen, totdat in de jaren 30 bestraling als behandeling voor sarcoom kwam. En toen werd dit verlaten, werd hij een beetje voor gek verklaard. Tot de jaren 80 en toen begon men toch weer te geloven
immuuntherapie en eigenlijk meer in het immuunsysteem en wat het immuunsysteem allemaal kan doen. En als we kijken naar het immuunsysteem, en in dit plaatje ziet u welke cellen allemaal uitmaken, deel uitmaken van het immuunsysteem. Daar ga ik u niet heel veel over uitleggen, dat komt zo meteen. Maar er zijn heel veel cellen betrokken bij het immuunsysteem. En waar ik vooral iets meer over ga vertellen, dat zijn de T-cellen. Maar u en ik staan hier en zijn hier aanwezig dankzij ons immuunsysteem. Als dat er niet zou zijn, dan zouden we het ook niet overleven. Het immuunsysteem zorgt ervoor dat als wij een virus binnenkrijgen, een bacterie binnenkrijgen, dat dat opgeruimd wordt. Het zorgt er ook voor dat als er afwijkende cellen ontstaan, of beginnende kankercellen, dat die dat ook herkennen als afwijkend en ook opruimen. U moet zich voorstellen, iedere dag ontstaan biljarden cellen in ons lichaam. En dat deelt en nou, het is onvoorkombaar dat er fouten ontstaan bij die delingen. En dat hoort bij het lichaam, bij het mens zijn. Maar daarom is het immuunsysteem daar zo goed in om die fouten te herkennen, uiteindelijk op te ruimen, want die cellen die zouden het niet moeten overleven. Maar als u dit hoort, denkt u, ja, maar toch overleeft kanker het wel. Maar daar gaat er wat mis. En het is niet omdat het immuunsysteem het niet goed doet. Want over het algemeen, bij mensen met kanker is het immuunsysteem nog wel goed. Dus een kleine uitzondering. Maar het is eigenlijk omdat de kankercel het immuunsysteem te slim af is. En die heeft ontsnappingsmechanismen. En uiteindelijk, daar maken we gebruik van met immuuntherapie. Immuuntherapie maakt misbruik eigenlijk van dat ontsnappingsmechanisme van de kankercel aan het immuunsysteem. Nou, dat kan ik u allemaal in heel veel woorden gaan uitleggen, maar ik denk dat dit filmpje dat het stuk kan laten zien. Dus laten we daar even samen naar kijken. Iedere dag moet ons lichaam zichzelf beschermen tegen ziektemakers van buitenaf. Of van binnenuit tegen afwijkende cellen, zoals kankercellen. Afweercellen spelen een cruciale rol bij de bescherming van ons lichaam. Er bestaan verschillende soorten afweercellen en iedere soort heeft een eigen taak bij het beschermen van ons lichaam. Een belangrijke cel daarin is de T-cel, ook wel T-lymfocyt genoemd. T-cellen stromen mee in het bloed en kunnen zich dwars door de wanden van bloedvaten verplaatsen. Ze kunnen weefsels in en weer uit. Terwijl de T-cel door het lichaam reist, bekijkt hij alle cellen van het lichaam. De T-cel doet zijn checks met een soort voelspriet, de T-cel receptor. Hij checkt daarbij of er afwijkende cellen zijn, zoals hier bijvoorbeeld een virusgeïnfecteerde cel. Wanneer de receptor een afwijkende cel herkent, klikt hij vast. Vervolgens geeft de receptor een signaal aan de T-cel om over te gaan tot vernietiging van de afwijkende cel. Door het loslaten van dodelijke moleculen wordt de cel vernietigd. De T-cel speelt een belangrijke rol in immuuntherapiebehandelingen bij kanker, omdat hij ook sommige vormen van kanker als afwijkend kan herkennen. Deze kan hij vervolgens vernietigen. Naast de T-celreceptor zijn er andere receptoren die de vernietigfunctie van T-cellen remmen. Deze receptoren heten checkpoints. Als deze checkpoints aangaan, geven ze een stopsignaal en kan de T-cel niet meer overgaan tot vernietiging van de afwijkende cel. Kankercellen proberen de checkpoints van de T-cel te misbruiken door onterecht stopsignalen te geven. Op die manier zorgen ze ervoor dat ze niet vernietigd worden. Immuuntherapiebehandeling met checkpointremmers probeert dit misbruik door kankercellen te voorkomen, doordat ze het onterechte stopsignaal vanuit de kankercellen kunnen blokkeren. Bij deze vorm van immuuntherapie ontvangt de patiënt een infuus met checkpointremmers. De checkpointremmers stromen vervolgens met het bloed mee door het lichaam en komen zo ook in de tumor. Daar voorkomt een checkpointremmer dat de kankercel de T-cel remt door een blokkade op te werpen voor het stopsignaal.
Nu de T-cel geen stopsignaal ontvangt, kan deze de kankercel wel vernietigen. Immuuntherapie met checkpointremmers is een standaardbehandeling voor onder andere sommige vormen van melanoom, niercelkanker en longkanker. Patiënten met andere vormen van kanker kunnen mogelijk in aanmerking komen voor immuuntherapiebehandelingen met checkpointremmers in een zogenoemde klinische trial. De T-cel kan verschillende soorten stopsignalen ontvangen van kankercellen. Voor deze verschillende stopsignalen worden ook verschillende checkpointremmers ontwikkeld. Veel van de immuuntherapiebehandelingen met checkpointremmers zijn nog in ontwikkeling. Op dit moment wordt in klinische trials getest welke combinaties van checkpointremmers het beste werken tegen verschillende soorten kanker. Kijk voor meer informatie over deze en andere vormen van immuuntherapiebehandelingen op onze website. Nou, ik denk dat u inmiddels allemaal weet precies hoe immuuntherapie werkt. Nou, dat is een beetje een simpele weergave, maar dan heeft u een idee waar het om gaat. Ik wil dat u het woord checkpoints nog even onthoudt voor mijn allerlaatste dia. Daar kom ik op terug, beloof ik. Onthoud het even. Een hele schematische weergave van hoe immuuntherapie werkt, een korte samenvatting van het filmpje eigenlijk, is dus dat hier de tumor in paars, die geeft een stopsignaal aan de T-cel. Die zet het dus uit. Normaal zou die T-cel die tumorcel aanvallen, vernietigen, laten opruimen. Wat immuuntherapie doet, dat is hier dat groene, die gaat binden aan de T-cel en het gaat het juist aanzetten. En omdat het hieraan bindt, kan de tumorcel daar niet aan binden. Dus dat stopsignaal, dat kan niet meer. Daardoor is die T-cel geactiveerd, daardoor kan het de tumorcel aanvallen. Waarom willen we eigenlijk met z'n allen immuuntherapie? En is het alleen een hype en is het omdat het iets nieuws is? Dat ga ik u laten zien aan de hand van deze grafiek. En het ziet er heel saai uit, maar ik ga uitleggen waarom dit wel heel bijzonder is. Dit was de allereerste hele grote studie bij patiënten met immuuntherapie bij uitgezaaid melanoom, dus huidkanker. Dit was een patiëntenpopulatie waar tot 10 jaar geleden ongeveer eigenlijk geen goede behandeling voor was. Iedereen overleed binnen een half jaar na het vaststellen van de diagnose. Nou, daar was het belangrijk dat er veel onderzoek werd gedaan en dat er iets nieuws werd ontdekt. Zo kwam immuuntherapie aan het licht. En dat begon met ipilimumab. En ipilimumab, dat is een checkpoint en die bindt dus aan het molecuul wat de Amerikaanse meneer Jim Allison heeft ontdekt. Nou, wat u hier ziet, dit is een studie, dit is de tijd in maanden en dit is hoeveel mensen er leven na zoveel maanden. Dus als we hier kijken bij 12 maanden, dan is dat ongeveer 60% van de mensen. En bij het begin van de studie is dat natuurlijk 100%. Nou, gaandeweg zie je dat er een heleboel mensen overlijden. Maar wat bijzonder is, is deze staart van de grafiek, zoals wij dat noemen. Dat betekent, waar normaal gezien dit hier was beland, was het zo'n verticale streep naar beneden geweest, is er zo ongeveer 20%... Oh ja. Nou, waar je hier normaal een verticale streep naar beneden zou zien gaan, zie je hier dat nog steeds niet. Nou, dat kan, denk ik, met de pointer. Ja. Dus wat je hier ziet, waar het eigenlijk om gaat, is om te laten zien dat na 120 maanden, maar ook na 36 maanden, dat er nog een behoorlijke groep patiënten nog in leven is. Dit had je voor die tijd niet bereikt. Voor die tijd was het een rechte streep naar beneden geweest bij 6 maanden. Dan was iedereen overleden. Dus ook al werkt het niet bij iedereen, ook al werkt het maar bij een kleine groep, bij zo'n 20% van de mensen, als het werkt, dan werkt het heel lang en werkt het heel goed. En daar willen we voor gaan. We willen dat het bij zoveel mogelijk patiënten werkt en dat die daar zo lang mogelijk effect bij hebben. Dat is de kracht van immuuntherapie. Maar dan is de vraag, u bent hier voor slokdarm en maagkanker, hoe zit het met slokdarm en maagkanker en immuuntherapie? Is daar een doorbraak? Nou, laten we eerst kijken bij wie werkt immuuntherapie wel. En dat is even weergave van een aantal tumortypes. En wat we hier zien is dat bij melanoom werkt het bij ongeveer 61% van de mensen inmiddels. Want er is heel veel onderzoek gedaan in de tussentijd. Er worden combinaties van immuuntherapie gegeven die op verschillende checkpoints binden. En uiteindelijk lijkt het erop dat als je die combinaties geeft, dat meer dan de helft van de mensen effect heeft bij de immuuntherapie. Bij longkanker is dat ongeveer 20%. Dat neemt nu ietsje toe. Blaaskanker, 34%. Hodgkin-lymfeklierkanker is 87%, dat is weggevallen. Dikke darmkanker, dit gaat allemaal om patiënten met uitzaaiingen.
vaak ook patiënten die al alle lijnen van behandeling hebben gehad of waar geen behandeling voor was. Dat moet u niet vergeten. Dikke darmkanker, MSI, daar kom ik zo nog even op terug wat dat betekent. Dat is een hele kleine groep patiënten met uitgezaaid dikke darmkanker. Maar daar werkt het ook bij meer dan de helft. En dan ziet u als laatste de slokdarm- en maagkanker. Dat is ongeveer 16%. Nou, dat is niet heel veel, maar dat is wel 15-16% van de patiënten met uitgezaaid slokdarm- en maagkanker waar je iets kan bereiken. En ik ga toch weer een studie laten zien, maar dit ligt denk ik toch een beetje toe waar het om gaat. Wat u hier ziet, dat is een van de eerste grote studies waarbij er echt gecontroleerd is met chemotherapie of immuuntherapie het beter zou kunnen doen. Pembrolizumab, dat is een checkpoint remmer, dat bindt aan anti-PD-1, heet dat. Dus bindt aan PD-1-molecuul, dat is die van de Japanner. En paclitaxel, dat is chemotherapie, wat wij nu standaard geven bij mensen met slokdarm en maagkanker die al eerdere vormen van chemotherapie hebben gehad. Dus dit noemen we de tweede lijns behandeling. Nou, in deze studie is vergeleken of pembrolizumab dus beter zou zijn dan paclitaxel. Dat was eigenlijk niet zo. Je moet me maar geloven dat deze percentages, met alle statistieken die daarop gedaan zijn, hetzelfde waren. Dus immuuntherapie leek niet beter. Maar als we dan weer hier gaan kijken, hier is hier, dan ziet u waar het uiteindelijk om gaat. Bij die 12 maanden. In groen zijn de patiënten die pembrolizumab hebben gehad, die immuuntherapie dus hebben gehad. Hier in paars zijn de mensen die chemotherapie hebben gehad. Het werkt, en dit gaat alleen om die 16% en om die 14% van de patiënten bij wie het gewerkt heeft. Nou, als we kijken naar de paarse lijn en we kijken naar 12 maanden, dan heeft zo'n 30% van de mensen hier heeft er nog baat bij, heeft er nog effect van. Als we kijken bij immuuntherapie, dan is dat zo'n iets meer dan 60% van de mensen. Laten we dan kijken bij anderhalf jaar, bij 18 maanden. Daar werkt het bij niemand meer, de chemotherapie. Met immuuntherapie heeft nog de helft van de mensen die daar baat bij had bij het begin, heeft daar nog steeds baat bij. Dat is waar het om gaat. Die hele kleine groep patiënten bij wie het wel werkt, daar werkt het wel heel goed bij. En dat willen we uitbreiden. Het liefst hebben we dat vandaag of morgen naar 100%. Maar dat gaat niet zo snel. Daar is heel veel onderzoek voor nodig. En daar willen we ook voor gaan. Ik heb beloofd terug te komen op de MSI-tumoren. Er is een hele kleine groep patiënten met een hele bijzondere vorm van slokdarm- en maagkanker die heel veel baat heeft bij immuuntherapie. Dat weten we nu al. En dat bleek uit diezelfde studie. Wat is er anders aan die MSI-tumoren, MSI-high-tumoren, is dat deze tumoren heel veel DNA-schade hebben. Dat betekent, er zitten veel meer mutaties in, dus ze zijn veel vreemder. Als het immuunsysteem ze ziet, dan herkent hij ze ook heel snel als iets wat niet hoort, als iets wat lichaamsvreemd is. Maar toch ontsnappen ze dus aan het immuunsysteem. Maar door checkpointblokkade te geven, door immuuntherapie te geven en die rem op te heffen, kunnen ze uiteindelijk veel makkelijker herkend worden door het immuunsysteem en vernietigd worden. En wat u hier ziet, is dat opeens 50% ongeveer van de mensen baat heeft bij immuuntherapie als je het bij die MSI-tumoren geeft. En als je die mensen chemotherapie geeft, dan is dat nog steeds maar 16%. Dus bij deze groep patiënten proberen we zoveel mogelijk immuuntherapie te geven. Dat kan niet zomaar, want dat is niet een standaardbehandeling voor deze groep patiënten in Europa, in Nederland, wel in de Verenigde Staten. Maar wij proberen deze mensen, waar het kan, in studies te behandelen of op een andere manier immuuntherapie te geven. Omdat we zien dat de kans dat ze daar baat bij hebben heel groot is. Nou, dokter De Wijkersloot heeft het er al even over gehad. Je wil de behandeling voordat mensen uitzaaiingen krijgen ook verbeteren. En hoe doe je dat dan? Wat wij nu doen is immuuntherapie geven in vroeg stadiumkanker. Dus in de fase waarin mensen nog geopereerd moeten worden, waarbij de kanker net ontdekt is en waarbij er geen uitzaaiingen zijn op afstand, dus niet in organen of ergens anders. Dat is het stadium waarin we nu immuuntherapie aan het testen zijn. En daarbij is de vraag, als je immuuntherapie eerder geeft, is het dan ook beter? Werkt het bij meer mensen? En waarom denken we eigenlijk dat dat het geval zou kunnen zijn? Nou, dat hebben we geleerd van studies, voor een deel ook gedaan in het AVL als eerste wereldwijd. Bij dikke darmkanker en bij huidkanker, bij melanoom. Waarbij immuuntherapie is gegeven aan patiënten
zonder uitzaaiingen die nog geopereerd moeten worden. En wat we daar zien is indrukwekkend. We zien dat een veel groter deel van de mensen baat heeft bij immuuntherapie. Meer dan 80%. Nou, en dat lijkt veel meer dan bij mensen met uitzaaiingen. En bij longkanker lijkt dat ook het geval. Dat is een studie die ook recent gepubliceerd is. Dat is een Amerikaanse studie geweest. Dus de vraag is, kunnen we dat ook bereiken bij slokdarm- en maagkanker? Daar doen we nu onderzoek naar. Ik heb daar nog geen antwoord op. Maar dat hoop ik dan bij een volgende publiekslezing wel te kunnen vertellen. En dat is de PANDA-studie. In de PANDA-studie geven we immuuntherapie in combinatie met chemotherapie bij patiënten met vroeg stadium, dus niet uitgezaaid maag, en slokdarm-maagkanker. De overgang van de slokdarm naar de maag, als die daar zit, komen mensen ook in aanmerking voor deze studie. Wat we hierbij doen, is dat patiënten eerst atezolizumab krijgen. Nou, de namen worden steeds beter. Dat is een vorm van immuuntherapie. Vervolgens krijgen ze 4 kuren waarbij we de immuuntherapie combineren met chemotherapie. Want we weten nog niet goed genoeg of we de chemotherapie veilig kunnen achterwege laten. Dus we moeten het nu combineren en misschien dat we in de toekomst de chemotherapie ook kunnen weglaten. Maar dat weten we nog niet. Nou, wat we daarnaast ook doen is dat mensen tijdens de behandeling op verschillende momenten een extra maagonderzoek ondergaan. Nou, en als dokter de Wijkersloot het doet, dan is het binnen 5 minuten gepiept. Daar nemen we biopten, want we willen uiteindelijk van die biopten zo goed mogelijk leren bij de mensen bij wie het wel werkt. Waarom werkt het dan bij hen zo goed? Maar bij de mensen bij wie het niet werkt, waarom werkt het niet? En wat kunnen we eraan doen om uiteindelijk die groep te verschuiven naar de mensen bij wie het wel werkt? Nou, uiteindelijk wordt iedereen geopereerd, dus de behandeling zoals het normaal zou zijn, dat vindt ook plaats. Wat is onze missie in het AVL op het gebied van immuuntherapie? Nou, in het AVL, dat is, wij zijn klein in een hele grote wereld, maar we doen wel heel veel baanbrekend onderzoek. Maar daar, gelukkig doen heel veel andere mensen in andere centra daar ook aan mee. Wij willen immuuntherapie voor meer patiënten mogelijk maken. We willen erachter komen waarom werkt het bij de een wel en bij de ander niet. En hoe kunnen we zorgen dat het bij zoveel mogelijk mensen wel gaat werken. Daarnaast willen we onderzoek doen naar, werkt het beter als je het eerder geeft? Kun je daarmee voorkomen of de kans kleiner maken dat mensen uitzaaiingen krijgen? Want daar gaat het om. Daarom geef je ook chemotherapie of bestraling of een combinatie van chemotherapie en bestraling bij de behandeling van slokdarm- en maagkanker voorafgaand en misschien ook na de operatie. Want je wil dat mensen zo lang mogelijk leven, maar ook de kans op uitzaaiingen op de lange termijn zo klein mogelijk maken. Dus de vraag, kan immuuntherapie daar iets aan bijdragen? En uiteindelijk is natuurlijk de hamvraag, hoe maken we het immuunsysteem uiteindelijk slimmer dan de tumorcellen? Want daar gaat het om. Nu is kanker ons te slim af. En wij moeten de kanker uiteindelijk overwinnen en te slim af worden. Ik had u beloofd terug te komen op het woord checkpoints. En dit is een plaatje van de checkpoints. En dat is een band. Dat is niet zomaar een band. Dat is een band met allemaal kankeronderzoekers en immuuntherapieonderzoekers. En als u heel goed kijkt en even bedenkt wie die Nobelprijswinnaar is, dat is hij. Dit is Jim Allison. Hij zit in een band. Hij speelt ook in de band. Hij is volgens mij de drummer, want dat weet ik even niet zeker. Zij spelen heel vaak op congressen. Alle congressen die iets met immuuntherapie te maken hebben, zijn zij aanwezig. Hun afsluitend liedje is Don't Stop Believing. En waarom? Zij werden echt heel lang, 20 jaar lang, voor gek verklaard dat zij dachten dat het immuunsysteem iets kon bereiken tegen kanker. Zij bleven onderzoek doen en dankzij hen staan we waar we nu staan en sta ik u dit verhaal te vertellen. Dus ik hoop dat u met mij meegelooft in de verdere ontwikkelingen op het gebied van immuuntherapie. En ik dank u voor uw aandacht. Dank je wel, Mirjam, voor je heldere uitleg. En ik ben benieuwd of er vragen zijn. Ja. Kom zo binnen. Goedenavond, ik had een vraagje. Ja. Je hebt heel veel verschillende van die mapjes eigenlijk. Ik ben behandeld ook met de ramucirumab. Mm-hmm. Maar nu hoor ik dat de studies lopen. Ik zou me ook graag, omdat ik in de palliatieve behandeling zit. Volgende week, over 2 weken, krijg ik een uitslag. He, waardoor misschien beslist wordt in het ziekenhuis van joh, we stoppen ermee, ja of nee. Hoe zou ik in aanmerking kunnen komen om hier te kijken of er een geschikte studie is met een ander soort mapje die dit zou kunnen bewerkstelligen? Ja,
Nou, misschien is het ook wel goed om even voor de rest van de zaal ramucirumab nog kort toe te lichten. Want ramucirumab is niet immuuntherapie. Het is wel eindigt met MAP, dus je zou denken dat is allemaal hetzelfde. Maar het werkt op een hele andere manier. Dat is niet de immuuntherapie zoals de checkpointremmers dat zijn. Maar het is wel een terechte en hele goede vraag. Die vraag krijgen we dagelijks op de poli. Daar kan ik niet een heel duidelijk antwoord op geven, omdat het per persoon verschilt. Het hangt heel erg af van wat voor type kanker is het? Wat voor eerdere behandelingen zijn er gegeven? Welke studies zijn er op dat moment? En ook wat andere kenmerken van de tumor zelf. We proberen zoveel mogelijk te kijken, zeker als mensen in goede conditie zijn, zelf gemotiveerd zijn, wat de mogelijkheden zijn in studieverband. En zoveel mogelijk mensen wel in studies te behandelen. En moet je dan altijd doorverwezen worden door de behandelende arts? Of kan je je bij wijze van spreken ook zelf je aanmelden daarvoor? Dat moet of via uw behandelend oncoloog hebben we het liefst. Want die kan ons de precieze informatie geven en het beloopt tot op heden. Maar dat kan ook eventueel via de huisarts. Okay. En dan kunnen wij de informatie dan weer opvragen in het ziekenhuis waar u wordt behandeld. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Daar is een vraag, maar we gaan misschien eerst even daar, want dan komt de microfoon straks naar u toe. Ja. Hoe verhoudt zich ten aanzien van de neveneffecten de immunotherapie ten aanzien van de diverse andere behandelingen die er zijn? Ja, dat is ook een hele goede vraag. Gezien de tijd kon ik daar niet te veel op ingaan, maar dat is net zo belangrijk als wat het doet. Immuuntherapie kan zeker bijwerkingen hebben. Over het algemeen wordt immuuntherapie heel goed verdragen, maar er is wel een kleine groep mensen die ernstige bijwerkingen kan krijgen. Die groep is heel klein. En die ernstige bijwerkingen krijgen over het algemeen vrij goed onder controle. Maar naarmate je meerdere soorten immuuntherapie tegelijk geeft, is de kans op bijwerkingen groter. Maar over het algemeen, om het maar kort te houden, vind ik als oncoloog, maar ook mijn collega's, dat immuuntherapie over het algemeen veel beter wordt verdragen dan chemotherapie. Ja. Heb je pech als je door een regionaal oncoloog in een regionaal ziekenhuis niet wordt doorverwezen voorafgaand aan de behandeling naar het Antonie van Leeuwenhoek? Nee, dat, zo zou ik het niet noemen. Dat is geen pech. Wat wij aan het doen zijn, dat is onderzoek. Ik kan u ook niet vertellen of dit beter is dan de standaardbehandeling die u zou krijgen of die u heeft gekregen. Het is wel zo dat wij een onderzoekscentrum zijn en proberen om ook bij te dragen aan de verdere behandeling en ontwikkeling van de ziekte. Dus het zal zo zijn dat behandeling hier vaker in studieverband zal zijn dan in een regionaal ziekenhuis. Maar dat betekent niet dat een behandeling in een regionaal ziekenhuis slechter is, per definitie. Dank u wel. Ja. Ja, had ik een vraagje. Ja. Als de winst bij de immuuntherapie relatief hoger is dan bij de chemo, waarom wordt bij uitzaaien niet gelijk begonnen dan met de immuuntherapie? Ja, want we hebben geen studie die laat zien dat als je immuuntherapie als allereerste geeft zonder chemotherapie te hebben gegeven, dat dat beter is. Want uiteindelijk, voordat een middel goedgekeurd wordt, voordat Europa dat goedkeurt, maar ook Nederland, moet daar bewijs voor zijn dat dat beter is. Wat ik u net liet zien, is meer om te laten zien waarom wij immuuntherapie verder willen ontwikkelen. Maar als je kijkt wat de kans is dat het werkt, en uiteindelijk daar de statistiek van gaat bekijken, dan is het niet zo dat we nu hebben bewezen dat de immuuntherapie beter is. Dus misschien heb je combinaties met chemotherapie nodig, ook bij mensen met uitzaaiingen. Daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan. En hopelijk gaan we snel daar resultaten van krijgen en gaat dat ook een toevoeging zijn aan de huidige behandeling. Maar het is nu niet zo dat we kunnen zeggen immuuntherapie is beter dan de reguliere behandeling. Nou, maar als ik naar de statistieken kijk, dan lijkt de winst veel hoger. Nou, dat is als je kijkt naar alleen de mensen bij wie het werkt. Maar uiteindelijk de statistieken, nou ja, daar wordt van tevoren, voordat zo'n studie begint, wordt er een hele berekening gemaakt. Hè? Wanneer vinden we iets statistisch significant, zoals wij dat noemen. En wat ik u liet zien, dat zijn niet de statistieken. Dat is meer een inzoomen op een hele kleine groep patiënten. Maar voor de hele groep, als je iedereen gaat behandelen op deze manier, heeft het voor de hele groep niet meer, geeft het niet meer winst dan als je chemotherapie gaat geven. Dus waar we eigenlijk naartoe moeten, is dat je die 16% die wel reageert op immuuntherapie, dat je weet wie dat zijn. En dat je die wel immuuntherapie geeft en geen chemotherapie. Maar zolang we niet weten welke dat zijn, wordt het lastig.
In de Verenigde Staten is immuuntherapie wel goedgekeurd, maar voor mensen die alle vormen van chemotherapie al hebben gehad, dus niet wat ik net liet zien. En dat is gebaseerd op overlevingswinst van een maand. Dat is heel weinig. En dat gaat in Nederland en in Europa wordt dat niet goedgekeurd op basis van zo weinig verschil in overleving. En dat is vergeleken met mensen die geen behandeling kregen. Dus je krijgt een behandeling, iedere 2 weken gaat naar het ziekenhuis, kans op bijwerkingen. En dan leef je een maand langer omdat je immuuntherapie hebt gehad. Ja. Dus eigenlijk het is gewoon een beperking dat wordt gecreëerd door de regelgeving. Want in Amerika zei je van dat ze wel daar doen. Het is een beetje goed. Nou, dat is. Ik zie dat anders. Ik denk dat onze regelgeving wat realistischer is dan de Amerikaanse. Okay. Nou, ja. Interessante discussie. is er nog een laatste vraag om deze ronde af te sluiten? Ja. Veronique? Ja. Chemo is best wel agressief. Mm-hmm. Is er dan geen interactie tussen immuuntherapie en chemotherapie? Dat kan. Daarom moeten we ook, als we combinaties gaan geven, of het nou verschillende soorten chemotherapie zijn of immuuntherapie met chemotherapie, moet je dat in onderzoeksverband doen. En moet je daar ook hele duidelijke regels op stellen. Wanneer achten we het veilig? Wanneer vinden we dat het niet veilig is en kunnen we niet doorgaan met een studie? Dus dat moet je wel goed uitzoeken voordat je een combinatie zomaar gaat geven. Dus goeie vraag. Oké, dankjewel voor je heldere presentatie en antwoorden, Mirjam. Nou, dit ging dus over over onderzoek naar immuuntherapie. En een andere onderzoek wat hier in het Antonie van Leeuwenhoek loopt, is het effect van een HPEC-behandeling in het geval van maagkanker. En HPEC, dat is een behandeling waarbij de buik na aan het eind van de operatie wordt gespoeld met een verwarmde chemotherapieoplossing. En Johanna van Zandik, die is chirurg hier in het Antonie van Leeuwenhoek, en zij leidt dit onderzoek. Dankjewel. Je bent echt in bijzonder grote getalen gekomen. Dat zal niet voor iedereen even makkelijk zijn, dus daar wil ik graag mijn waardering voor uitspreken, voor deze volle zaal. Net zoals Mirjam ook al zei, ik hoop dat wij dat waarmaken. En ik mag u iets vertellen over HPEC. Bij maagkanker. Een aantal van u zal weten wat een HPEC is. Maar niet iedereen zal deze term kennen. Dus daar begin ik eventjes mee. HPEC is de afkorting voor hypertherme, dus verwarmde, intraperitoneale, dat is, betekent in de buikholte, chemotherapie. Dus de antikankerbehandeling met medicijnen. Dus wat is HPEC? HPEC is het spoelen van de buikholte met verwarmde chemotherapie. Nou, de indicatie hiervoor zijn buikvliesuitzaaiingen. Dus uitzaaiingen van kanker op het buikvlies. Ofwel het voorkomen daarvan of het behandelen daarvan. Nou, een medische term voor buikvliesuitzaaiingen is peritonitis carcinomatosa. En dat betekent eigenlijk letterlijk de ontsteking van het buikvlies door kanker. Want buikvlies is een medische term voor buikvlies is het peritoneum. Die term komt nog vaker terug. Zoals Edith ook al zei, de HPEC-behandeling is een onderdeel van een ingrijpende procedure, eigenlijk op de operatiekamer onder narcose, en duurt soms de hele dag. Mits de HPEC-behandeling doorgaat, want meestal weet je dat eigenlijk pas op de dag zelf of die behandeling doorgaat. We beginnen namelijk altijd eerst om te kijken of alle zichtbare ziekte, al het zichtbare tumorweefsel weg te halen is. Dus in ons geval beginnen we dan kijken we of de maagtumor, want daar over die primaire tumor heb ik het dan, of die helemaal weg te halen is. Vervolgens kijken we ook nog of alle buikvliesuitzaaiingen, zichtbare buikvliesuitzaaiingen, helemaal zijn weg te halen. Want als dat niet zo is, dan heeft het ook geen zin om de buikholte te spoelen met chemotherapie en gaat de HPEC-behandeling niet door. Gaan we er even vanuit dat het wel allemaal kan, dan beginnen we inderdaad de operatie met het verwijderen van de maagtumor, alle zichtbare buikvliesuitzaaiingen en vervolgens doen we dan de HPEC-behandeling. Dus dan gaan we de buik spoelen met verwarmde chemotherapie. Onderaan de dia ziet u daar een schematische weergave van. Op de volgende dia laat ik u even zien hoe dat in werkelijkheid eruit ziet. Dus als u geen plaatje wil zien van een operatie, moet u heel even uw ogen dicht doen. Dan zal ik u zeggen wanneer de dia weer voorbij is. Want die schematische weergave die staat op de volgende dia. Dat is de HPEC-opstelling zoals die eruit ziet op de operatiekamer. Naar linksboven ziet u weer die schematische weergave.
De patiënt ligt dus met de voeteinde links in beeld en met het hoofdeinde rechts in beeld. En waar u in kijkt is de open buikholte. Nou, die randen van de buikholte die zijn met klemmetjes opgehangen aan een systeem van stangen. En dat systeem met die stangen dat is dan weer boven de buikholte. En zo ontstaat er een soort van bassin waar een aantal liter vloeistof in kan. Nou, wat u verder ziet op dit plaatje zijn een aantal slangen of drains. En die zijn gekoppeld aan een spoelapparaat. En dat ziet u dan weer een beetje links in die schematische weergave. Zo ontstaat er een spoelsysteem. En dat spoelapparaat zorgt ervoor dat er een continue stroom is van die vloeistof in de buikholte en weer uit de buikholte. Ook zorgt het spoelsysteem ervoor dat die vloeistof verwarmd is. Aan dat spoelsysteem kan je dus, en dat ziet u helemaal links in beeld, is dan hier getekend. Aan dat spoelsysteem kan je dan die chemotherapie toevoegen. Dus dit is de buikholte en dan gaat die vloeistof gaat dus dat systeem in, wordt hier rondgepompt, wordt verwarmd en gaat weer terug de buikholte in. En zo ontstaat er dus een doorlopend circuit. Die chemotherapie is verwarmd en dat maakt het effect groter. U kunt, als u uw ogen even dicht houdt, kunt u ze weer open doen. Dit zijn weer gewoon tekeningetjes. Wat is nu de achterliggende gedachte van die HIPEC-behandeling? Is dat je de chemotherapie direct brengt op de plaats waar het nodig is, namelijk op dat buikvlies. Dus het is een lokale, gerichte behandeling. Direct op het buikvlies dat ziek is. Het voordeel is omdat de chemotherapie brengen we niet in de bloedbaan, zoals je dat krijgt als je het via het infuus krijgt. En daarom kunnen we die chemotherapie veel hoger doseren. En ook verwarmd, en dat komt dus de effectiviteit van die chemotherapie ten goede. Wat een bijkomend voordeel is omdat we de chemotherapie niet in de bloedbaan doen, is dat het ook met minder complicaties of minder bijwerkingen gepaard gaat door het hele lichaam heen. Er zijn wel degelijk bijwerkingen in de buikholte zelf, maar geen complicaties en bijwerkingen zoals dat voorkomt bij de chemotherapie als je die in het infuus geeft. Nou, die verwarmde en die hooggedoseerde chemotherapie die doodt de losse tumorcellen die zijn achtergebleven na het chirurgisch verwijderen van de tumor en van die buikvliesuitzaaiingen. Bij een aantal andere tumoren heeft de HIPEC na eerder wetenschappelijk onderzoek al een plaats gekregen in dat hele behandelarsenaal van deze tumoren. Dus dat geldt voor patiënten met buikvliesuitzaaiingen van dikke darmkanker, van eierstokkanker of bij patiënten met een zogenaamd pseudomyxoom. En dat is een slijmvormende tumor van het buikvlies. Bij deze tumorsoorten heeft de HIPEC al een plaats gekregen in de behandeling, maar bij buikvliesuitzaaiingen van maagkanker is de plaats van de HIPEC vooralsnog niet bekend. Even nog een paar dingetjes over de maagkanker, waar dokter Wijkersloot al iets over gezegd heeft. Dit is dus niet een veel voorkomende tumor, de maagkanker. Zo'n 1300 nieuwe patiënten per jaar. En helaas is dan ten tijde van het stellen van de diagnose, is al bij 40% is er al sprake van uitzaaiingen in het lichaam. Dat kan zijn in de lever of in de long of op het buikvlies. En dan bij 9% van de patiënten zijn er buikvliesuitzaaiingen zonder dat er uitzaaiingen zijn in andere organen. Op dit moment is de standaardbehandeling voor mensen met uitgezaaide maagkanker, ook met uitgezaaide buikvliesuitzaaiingen van de maagkanker, is chemotherapie via het infuus. En helaas is dan de levensverwachting van deze patiëntengroep uitermate somber, namelijk niet meer dan een paar maanden. Zoals eigenlijk bij iedere kankerpatiënt, ook bij deze patiënten, is de hele diagnostiek erop gericht om bij het stellen van de diagnose of na het stellen van de diagnose het stadium van de ziekte in kaart te brengen. Dus als de maag-darm-leverarts het maagonderzoek heeft gedaan en die heeft in de maag gekeken, bij dat gastroscopieonderzoek en biopte genomen en is de diagnose maagkanker gesteld, dan zal er bijna altijd een CT-scan volgen om de andere organen in beeld te brengen. Nou, dat ziet u op dit middelste plaatje. De CT-scan is altijd een dwarsdoorsnede door de patiënt en dit is een dwarsdoorsnede door de bovenbuik. Dit is de rug, dit zijn de rugspieren, dat is het wervellichaam, dus de patiënt ligt op zijn rug. Wij kijken altijd in spiegelbeeld naar de patiënt en dit is de lever.
dus links in beeld, maar altijd rechts in de patiënt. Dit is de mild. En dit is dan een doorsnede door de maag. Nou, de wand van de maag die hoort zo dun te zijn als hier. Maar hier zit een verdikking. En dat is de maagtumor van deze patiënt. Het buikvlies is te dun om in beeld te brengen met een CT-scan. Het buikvlies bekleedt, u moet het zich voorstellen dat het is vergelijkbaar met het wangslijmvlies. Het bekleedt de hele binnenkant van de buikholte en alle organen die daarin liggen. Daar hebben we een andere manier voor om dat buikvlies te beoordelen. En dat is dan een zogenaamde diagnostische laparoscopie. Dat is een kijkoperatie. En u ziet daar een schematische weergave van, helemaal rechts in beeld. Dus dan is een onderzoek onder narcose. En dan kijken we met een videocamera in de buikholte. Krijgt u nog eventjes, als u geen plaatje in de buikholte wilt zien, moet u weer even heel even uw ogen dicht doen. Het is maar kort. Maar wat u dan ziet als je in de buikholte kijkt, we kijken nu in de buikholte naar boven. Hier links in beeld is de lever. Dit is het helemaal een groot gedeelte van de maag. Hier onder dit vetweefsel ligt de mild. En waar we naartoe kijken is het middenrif. Dus als je hier doorheen zou kijken, zou je het hart zien. Maar dit is het middenrif, dat is een spier. En wat daar niet hoort, zijn deze witte spikkels. Dus u kunt zich voorstellen dat een CT-scanonderzoek op dit moment niet gevoelig genoeg is om dat in beeld te brengen. Bij een operatie kan je dat zien en daar kan je hapjes van nemen. En als je dat onder een microscoop legt, blijkt dat deze uitzaaiingen passen bij de maagtumor van deze patiënt. Dus dan spreek je van uitgezaaide maagkanker naar het buikvlies. We hebben een internationale score om de uitgebreidheid van deze buikvliesuitzaaiingen vast te leggen. En dat is handig, omdat je dan zo patiëntengroepen kan vergelijken. Die score die heet de Peritoneal Cancer Index, de PCI-score. Dus dan kijk je alle regio's, kijk je na bij zo'n kijkoperatie. En je geeft dat een score, 1 tot en met 3 per, of 0 tot en met 3 per regio. En dan krijgt de patiënt dus een PCI-score van 7 of 20. Om uiteindelijk dan weet je dus hoe uitgebreid die buikvliesuitzaaiingen zijn. Om nu te kijken of de HIPEC een rol zou kunnen hebben bij de patiënten met maagkanker, moet je onderzoek doen. Nou, het is al heel vaak genoemd. Een eerste onderzoek is dan vaak naar de veiligheid van een nieuwe behandeling. Dus dat hebben we ook gedaan. We hebben daartoe de PERSCOP 1-studie opgezet. Dat was een eerste Nederlandse HIPEC-studie bij patiënten met maagkanker. En de primaire eindpunten in die studie waren inderdaad de veiligheid en de haalbaarheid van deze nieuwe behandeling. Niet nieuw in de zin van, want we deden het al bij andere tumoren, maar wel nieuw bij deze patiënten. Alle patiënten die wij in aanmerking lieten komen voor dat onderzoek, die kregen wel eerst chemotherapie via het infuus. En dat was om te kijken of de maagtumor zelf reageerde op de chemotherapie. Om te kijken of de maagtumor niet doorgroeide ten tijde van de chemotherapie. Want u kunt zich misschien voorstellen dat dan eigenlijk een HIPEC-behandeling ook niet meer zinvol geacht wordt. Dus alle patiënten die we daarvoor in aanmerking lieten komen kregen eerst chemotherapie via infuus. Als de maagtumor zelf niet doorgroeide, na een paar kuren, dan planden we de operatie. En pas op de dag zelf wisten we dan eigenlijk of die HIPEC-behandeling door kon gaan. Want helaas is het dan toch zo soms dat het dan tegenvalt tijdens de operatie. Want nogmaals, ook zoals ik eerder liet zien, eerst keken we dan altijd weer of die maagtumor zelf te verwijderen was en of alle zichtbare buikvliesuitzaaiingen te verwijderen waren. En als dat zo was, en als we dat hadden gedaan, dan gingen we die HIPEC-spoeling doen. In deze studie hebben we dat gedaan met twee middelen. Dus deze middelen gaven we dan direct via dat spoelsysteem in de buik. En van oxaliplatin, dat weten we, dat passen we ook toe bij de andere HIPEC-behandeling, bij de andere tumoren. En is dus een bekend middel, zowel in het infuus, maar ook een bekend middel wat gebruikt wordt bij HIPEC-procedure, bij andere tumoren. Wat nieuw was, of nieuw is de docetaxel. Niet in de zin van, want docetaxel kennen we heel goed in de antikankerbehandeling bij maagkanker. Het is een heel effectief middel tegen maagkankercellen. Maar het is in de westerse wereld nog niet eerder toegepast in de buikholte. Dus dat was een van de dingen die we aan het uittesten waren. En wat we ook gedaan hebben, is wat vaker in medicijn
antikankermedicijnonderzoek wordt gedaan, is het dat dat dan in oplopende dosering wordt gegeven. Dus bij opeenvolgende patiënten, dat je dan een oplopende dosering geeft. Die PeerSCOP 1-studie die hebben we al voltooid. We hebben uiteindelijk 36 patiënten hebben toegestemd om deel te nemen aan het onderzoek. En die zijn ook gaan deelnemen aan het onderzoek. En uiteindelijk om verschillende redenen kwamen 25 patiënten hebben die hele HIPIC-procedure ondergaan. We hebben uiteindelijk veel geleerd van deze studie in de zin van de veiligheid en de haalbaarheid van een HIPEC-procedure bij maagkankerpatiënten. We hebben vastgesteld wat de maximaal tolereerbare dosis Taxol in de buikholte is. Dat hebben we vastgesteld en dat hebben we ook gecommuniceerd naar de buitenwereld. We hebben verder gezien dat het aantal buikvliesuitzaaiingen bij deze patiëntengroep beperkt moet zijn. Beperkter dan bij de andere tumoren. Kennelijk is deze maagkanker biologisch agressiever dan de andere tumoren die zich verspreiden in de buikholte. En we hebben veel geleerd van de zorg na deze operatie. Die hebben we inmiddels anders ingericht dan de zorg die we verlenen aan mensen die een maagkankeroperatie ondergaan zonder HIPEC. En dat heeft er eigenlijk vooral mee te maken is dat na zo'n HIPEC-behandeling dat de darmen een tijdje stil liggen. Met die wetenschap is de PeerSCOP 1-studie een opstap geweest naar de PeerSCOP 2-studie. En die loopt nog. Dus daar kan ik u geen resultaten geven. Ik hoop u inderdaad, net zoals Mirjam, dan bij een volgende publiekslezing, wie weet. Deze studie loopt nog. En de belangrijkste onderzoeksvraag van deze studie is of deze experimentele combinatiebehandeling, dus de HIPEC-procedure, tot een betere overleving leidt dan de huidige standaardbehandeling, de chemotherapie Vitenfus. Ook in deze studie beginnen alle patiënten waarvan wij denken dat ze in aanmerking komen voor deze studie, beginnen eerst met een chemotherapiebehandeling via het infuus. Blijkt inderdaad dat die tumor, dat een primaire maagtumor niet doorgroeit ondanks deze chemotherapiebehandeling via het infuus. Dan worden patiënten, zoals in de PeerSCOP 1-studie, werden patiënten dan allemaal na een paar kuren werd de operatie gepland, maar in deze studie, en het woord is al gevonden, er staat daar randomisatie, maar er had ook loting kunnen staan. En het is al eerder te sprake gekomen, eigenlijk alleen maar via een echte lotingstudie kan je uiteindelijk iets zeggen over die onderzoeksvraag beantwoorden. Want alleen op die manier krijg je op een onbevooroordeelde manier twee gelijke groepen. Dus die patiëntengroep, die dit al doorstaan hebben, die worden dan geloot. En niemand weet van tevoren voor welke behandeling ze loten. Ofwel, ze worden gepland voor die HIPEC-behandeling, of ze gaan door met de chemotherapie Vitinfus. Dus wat op dit moment de standaardbehandeling is voor deze patiëntengroep. Dat is niet niks voor de patiënten om mee te doen aan een lotingstudie. Maar helaas is dat op dit moment de belangrijkste manier om uit te zoeken of de ene behandeling, een standaardbehandeling, of een nieuwe behandeling beter is dan op dat moment de standaardbehandeling. En uiteindelijk is de uitkomstmaat in deze studie is de overlevingsduur. En voor wie er dan benieuwd is wie er dan in aanmerking komt voor deze PeerSCOP 2-studie, dat zijn patiënten met maagkanker en buikvliesuitzaaiingen, die dus inderdaad die diagnostische fase hebben doorlopen en zo'n laparoscopie, zo'n kijkoperatie hebben gehad. Ze moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, waarvan ik een aantal heb opgeschreven. Bij die patiënten moet de maagtumor zelf helemaal te verwijderen zijn. De buikvliesuitzaaiingen moeten beperkt zijn. En we hebben daar uiteindelijk een getal aan gegeven naar aanleiding van die internationale score. Een PCI van kleiner dan 7. Er mogen geen uitzaaiingen zijn in andere organen, in de lever of in de longen. En wat ik al eerder zei, de ziekte mag dus tijdens die chemotherapiebehandeling aan het begin mag de ziekte niet zich voortzetten. En de patiënt moet fit genoeg zijn om deze combinatiebehandeling te doorstaan. Dus het is een hele selecte, kleine selecte patiëntengroep. En we hopen altijd maar dat de dokters die deze patiënten zien in het land denken aan de mogelijkheid van dit onderzoek. Dit onderzoek loopt niet alleen bij ons, inmiddels ook in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en in Rotterdam. En bij de uitvoer van deze studie wordt er flink over onze schouder meegekeken. Onder andere door het Zorginstituut, ZonMW, de patiëntenvereniging SPKS.
En een aantal van onze beroepsverenigingen, dus de landelijke HIPEC-werkgroep en de landelijke slokdarmmaagwerkgroep. Nou, iedereen kijkt mee, onder andere of de studie veilig volbracht wordt. En waarom kijkt het Zorginstituut mee? Die kijkt eigenlijk namens de minister van VWS mee, want ten tijde van deze studie is deze nieuwe experimentele HIPEC-behandeling voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. En dat is natuurlijk fijn, want dat maakt de studie betaalbaar. En het biedt ook de mogelijkheid dat als de HIPEC-behandeling effectief blijkt te zijn, dat het dan makkelijk te implementeren is in de dagelijkse praktijk. Maar of dat zo is, dat is nog helemaal de vraag. Dit is alweer mijn laatste slide, mijn laatste dia. Ik hoop u iets verteld te kunnen hebben over de HIPEC-procedure bij maagkankerpatiënten. Ik heb u verteld dat maagkanker met buikvliesuitzaaiingen een hele sombere prognose heeft. Dat we in de Periscope 1-studie hebben gekeken naar de veiligheid en de haalbaarheid van de HIPEC-procedure bij deze patiëntengroep. En dat de Periscope 2-studie die nog loopt, hoopt een antwoord te geven op de vraag of deze experimentele HIPEC-behandeling beter is dan de huidige standaardbehandeling. Ik dank u wel voor uw aandacht. Dankjewel, Johanna van Zandijk. Zijn er vragen? Ja. U sprak over verwarming van de vloeistof. Hoe warm kan het lichaam het hebben? En wat is de effect als het hoger of lager is? We verwarmen in dit geval gaat het om oxyplatin. En dat we verwarmen de vloeistof in de buikholte tot 41, 42 graden. Dus dat zou je, als je dat in de bloedbaan geeft, dan dat is natuurlijk niet, dat is te toxisch. En het chemotherapeuticum werkt beter bij deze hoge temperaturen. En je merkt het een beetje, we houden natuurlijk de temperatuur van de patiënt zelf in de gaten. Maar de temperatuur van de patiënt zelf blijft 37, 38 graden. Dus dat hou je wel in de gaten ondertussen, de anesthesist. Maar het gaat om de chemotherapie in die vloeistof. Die is bij deze hogere temperatuur effectiever. Daarachter, ja. Is het zo dat er maar één keer gespoeld wordt, dus later bijvoorbeeld een tweede keer via laparoscopie? Ja, u vraagt dat naar aanleiding, denk ik, van de ervaring bij andere tumoren. Ja. Kijk, dit zijn de HIPEC-behandeling bij de maagkanker, die staat echt in de kinderschoenen. Dus ja. Dit zijn de eerste stappen. En of we inderdaad de spoeling kunnen gaan doen met alleen maar drains. Dat gebeurt meer in de Oosterse landen, in de Aziatische landen, moet ik zeggen. Want wat ik liet zien is een open HIPEC-procedure. En wat u bedoelt volgens mij is dat je hebt ook HIPEC-procedure waar je alleen maar drains plaatst. Ja. Drains laat zitten en je kan dus iedere keer terugkomen om te spoelen. Ja. En meestal, bij mijn weten, wordt dat meer gedaan in de palliatieve setting. Ja. Dus tegen de vorming van buikvocht door buikvliesuitzaaiingen. Ja. Maar de meeste procedures in deze setting worden eenmalig gedaan. Ja, ja. En u zei de duur van de operatie, of tenminste de spoeling bepaalt ook de duur van de operatie. Hoe lang blijft het vocht in de buikholte? Ja, het hangt er vanaf met welk middel je spoelt. De oxyplatin die spoelen wij een half uur. En dan moet je dat natuurlijk weer schoonspoelen. En dan de docetaxel spoelen we 90 minuten. Dus je bent eigenlijk, het hangt van het middel af hoe lang je spoelt. En de hele procedure heeft natuurlijk te maken met de operatie eromheen. En ook weer als je bijvoorbeeld stukjes darm weghaalt, dat je dat weer moet reconstrueren. Dus je bent uiteindelijk ben je wel vaak de hele dag bezig. Of ligt de patiënt de hele dag onder narcose. Ja. 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 En de medicijn, is dat altijd dezelfde hoeveelheid, standaard hoeveelheid? Nee, dat meet je af aan de volume van de buikholte. Ja, ja, precies. Ja. Fijn, dankjewel. Ja. Nog andere vragen? Prima, dan sluiten we dit af. Dankjewel, Johanna van Zandijk. Goed, tijd voor wat actie, wellicht. En we dachten, na drie sprekers is het goed om eens te kijken, wat weet u en wat kan onze diëtiste u vertellen over voeding bij darmkanker en dan specifiek bij maag- en slokdarmkanker. Dus we gaan een quiz spelen. En daarom heeft u allemaal een petje gekregen, want dat heet petje op, petje af. En zijn er quizzen ook mensen die geen petje hebben gekregen? Geen petje, oh jee. Oké, als je hem niet hebt en je wil hem opzetten, dan kan je even zo doen. Oh,
Nou, ja, ik dacht eerst, misschien moeten jullie dan gaan staan, maar dat is dan best... Ja, nee, dus doen dan maar zo. Uw quizmaster van de avond, Maartje Brandt. Ja, dank u wel. Ja, voeding bij kanker, dat is echt een heel erg hot item. Ik heb geen aantekeningen bij mijn... kan dat nog of niet? Dat de notities zichtbaar zijn? Of dat is er wel. Dat was er gewoon niet bij deze slide. Ik ga gewoon door. Ik heb even op Google ingetypt hoeveel resultaten er zijn als je zoekt naar voeding en kanker. En ik schrok me wild weer. Want vorig jaar was het 1 miljoen en nu was het al 5 miljoen. 5 miljoen resultaten van websites die denken dat ze wat informatie hebben over voeding en kanker. En er gaan nogal wat feiten en fabels in de ronde. Feiten die dus waar zijn en fabels die dus helemaal niet waar zijn. Maar waar wij wel als diëtisten soms best wel moeten praten als brugman. Ik wilde het eigenlijk voornamelijk wat meer hebben over de preventie van slokdarm- en maagkanker dan de behandeling, de voeding bij de behandeling van slokdarm- en maagkanker. Omdat dat komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer. U moet heel veel calorieën en heel veel eiwitten eten en u moet bewegen. Dus dat is eigenlijk niet zo interessant, toch? Ja. Maar als je dan gaat kijken naar hoe zou je het kunnen voorkomen met voeding... en eigenlijk is dat ook maar echt een heel klein aandeel als je helemaal goed eet en goed beweegt. Maar welke feiten en fabels komen we dan tegen? En volgens mij was het in 2016 was deze hot item. En is oncoloog internist Jolanda van Dieren nog op tv geweest zelfs met dit item. Dus ik dacht, ik moet hem er wel even in verwerken. Als u denkt dat deze stelling waar is, namelijk het drinken van thee verhoogt de kans op het krijgen van slokdarmkanker, dan zet u uw petje op. Heeft u hem niet, dan doet u even uw hand op uw hoofd. Moeilijk, hè? Moeilijk. Nou, ik zie weinig petjes op. Het betreft hier een deels, een heel klein beetje waar is het. Er was in 2017 een groep onderzoekers die in de streek Golestan in Iran hebben onderzocht dat de thee die ze daar drinken, die drinken ze direct van de kook af meteen op uit een metalen rietje. Dus de temperatuur wordt echt meteen, het gaat meteen je slokdarm in. En in die regio komt echt heel veel slokdarmkanker voor. En het lijkt erop dat het drinken van die hete thee daar wel iets mee te maken heeft. Maar ze hebben eigenlijk verder niet gekeken, en dat is in voedingsonderzoek eigenlijk altijd moeilijk, wat die mensen verder dan allemaal nog deden. Misschien aten ze ook nog wel hele andere dingen of kouden ze hun eten niet goed of... Ja, dus dat is heel lastig. Maar in Nederland zijn eigenlijk de grootste risicofactoren om slokdarmkanker te krijgen niet het drinken van heel hete thee. Meestal doen we dat ook niet, toch? We laten hem toch altijd eventjes staan nadat we het hebben gezet. En dat is eigenlijk ook het advies. Blijf lekker thee drinken. Dat is beter dan allerlei andere alcohol, bijvoorbeeld, dranken, die wel invloed kunnen hebben. Laat hem even staan en drink gewoon lekker thee. Niet heet. Ja, kurkuma. Geelwortel heet het ook wel. Het is een wortel dus inderdaad die vermalen kan worden en gedroogd. En dan, dan wordt het toegevoegd aan gerecht om een hele mooie kleur te krijgen. Hè. Onder andere de gele rijst wordt hier... Door dit spul wordt het geel. En kurkuma staat ook wel bekend als een middel wat misschien wel helpen kan tegen het krijgen van maagkanker. Wie denkt dat dat waar is? Petje op is inderdaad, ik denk dat dat waar is. Of even zo. Ja. Ja.
veel discussie in de zaal. Leuk, 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 leuk. Het is een beetje verdeeld, de mening. Nou, in reageerbuisjes heeft u zeker gelijk. Dan werkt het echt en is het echt een beschermende factor. Dat heeft te maken met curcumine, het stofje dat hierin zit. En curcumine is een stofje wat op het moment dat je het gaat verwarmen of je gaat het opeten, dan is het minder werkzaam. Dus doe je het in je eten of je eet het op of wat dan ook, dan werkt het veel minder. En we zitten niet in een reageerbuis in deze maatschappij. Dat is jammer, hè? Ja. Ja. Ik zou zeggen, blijf kurkuma zeker gebruiken in gerechten om het een mooie kleur te geven en een leuke smaak. Er moeten nog veel meer onderzoeken gedaan worden. Ik weet niet of het onderzoek in het AMC al klaar is hiermee. Maar volgens mij kwam daar ook niet heel veel uit. En dat heeft voornamelijk te maken met het stofje curcumine wat dan gewoon al afgebroken is. Voordat het iets kan doen. De volgende stelling. Zout, veel zout verhoogt de kans op het krijgen van maagkanker. Als u denkt ja, doe het uw petje op. Wat is veel, hoor ik, ja. Nou, laten we zeggen, de gemiddelde... wilt u het echt in grammen weten? 6 tot 9 gram, dat moeten we eigenlijk maximaal ongeveer eten. Meer dan 9 gram, dan weet u nog niks. Nee, maar goed, veel zout, heel veel gezouten producten. Ik zie een verdeelde zaal. Ja. In Japan... daar is heel veel maagkanker en dat heeft er ook wel mee te maken dat er heel veel gezouten en gepekelde producten gebruikt worden. Maar in Japan hebben mensen ook veel vaker, heb ik mij laten vertellen, een besmetting met de Helicobacter pylori bacterie. En als je die hebt en je gebruikt heel veel zout, dan heb je meer kans op het krijgen van maagkanker. Zijn er al mensen die alle vragen tot nu toe goed hebben? Kijk, hou dat vast. Hou dat vast. Glaasje wijn. Zeg je? Alleen als... Sorry, ik moet heel even terug, hoor ik net. Veel rumoer, ik ga even terug. Deze stelling is het antwoord naar goed, ja of nee. Dit is deels goed als je de maagbacterie, de Helicobacter... bacteriën, maar veel zout is sowieso niet goed voor de gezondheid. Hè? Gaan we door naar de volgende. Was hij duidelijk genoeg? Of moet hem... Ja, oh, oké. Dan gaan we even door naar een glaasje wijn. Volgens mij was het in 1999 dat meneer Montillac zei dat dat echt een fantastisch middel was. En ik weet niet wie allemaal nog meer tegen hart- en vaatziekten. Nou, zeg het maar, is het goed voor de gezondheid, een glaasje wijn? Het maakt niet uit in de aantallen. Als u denkt dat het goed voor de gezondheid is, 1 of meer glazen, petje op of even hand op uw hoofd. Maatje, ik zie een hele jonge groene petje op hebben. Dat heeft vast met iets anders te maken. Jeetje. Ja. Nou, ik moet jullie echt teleurstellen in die hoek. Ja. Wat drinken jullie meestal? Gin tonics of breezers of wijn? Wat doen jullie meestal? Ja, helaas. Het drinken van alcohol, dat zou vroeger inderdaad een goed effect hebben op hart- en vaatziekten. Nu is er bekend dat eigenlijk bij het drinken van een enkel glaasje het al een negatief effect heeft op je slokdarm en je maag. Dus en ook borstkanker, maar goed, daar hadden we het vanavond niet over. En het advies is om eigenlijk liefst geen drank te nemen en als je dan neemt, het er bijeen te houden. Niet leuk natuurlijk, mannen kunnen er wel 2. Ja. Ja.
Oké. De commotie over de wijn is inmiddels ingedaald, of niet? Ja? Kunnen we dan door naar die pepers? Want vorig jaar was er een soort peper-challenge. Ik weet niet of een paar mensen dat wel eens hebben gezien op YouTube. Kijk ook weer een beetje in die hoek. Ja. Wat je daar dan zag van die mensen die dan gewoon echt zo'n hele hete peper... Ik moet even spieken hoe die peper heet. De Carolina Reaper heet die peper. Een hele grote groene peper die ze dan in één keer opaten. En degene die dat dan het langste vol hield, die won. Een soort opvolger van de Bucket Challenge was het tegen Ales. Ik vond het niet zo'n... Wie heeft er meegedaan aan de Paper Challenge? Niemand dan. De stelling is, levert dat eten van dat hele pittige eten nou meer risico op slokdarm en maagkanker op? Wat denken jullie? Ja is pet op of... De meerderheid van u heeft een petje op en er is in 2017 een soort meta-analyse heeft er plaatsgevonden. En dat wil eigenlijk zeggen dat de onderzoekers hebben een aantal studies bekeken. En die hebben gekeken hoe vaak maagkanker voorkwam als mensen heel pittig aten. En dan heb ik het dus echt over die hele hete grote pepers. Madame Jeannette onder andere of de Naga Jolokaya. Daar vonden ze in die meta-analyse dat inderdaad een aantal mensen wel meer risico had op het ontwikkelen van maagkanker als ze dat vaak aten. In Nederland eten wij gelukkig niet zo van die hete pepers. Misschien een keer een verdwaalde jalapeno in de nachos. Jullie misschien? Vrouwen hadden daar dan weer geen last van. Of nee, dat is niet waar. De vrouwen werden niet goed bekeken in die meta-analyse. Dus eigenlijk moeten ze nog veel meer onderzoek doen. Maar het is wel zo, dat heb je dus weer die Helicobacter-bacterie in je maag zitten. En je eet dan ook heel pittig. Dat wil je meestal niet, want meestal heb je last van je maag met die bacterie kan. Maar dan heb je dus meer kans op het ontwikkelen van slokdarm- en maagkanker. Helder deze stelling? Brandend maagzuur, dat wordt verholpen door het drinken van melk. Degene die dat denkt dat dat is, petje op of hand op je hoofd. Gauw die petjes af, want dat is natuurlijk helemaal niet waar. Helemaal niet waar. Nee. Ja, het helpt eventjes. Ja. Maar je drinkt dan een glaasje melk en dan wordt het een beetje minder. Maar daarna komt het eigenlijk steeds meer terug. Want je gaat, als je iets eet of drinkt, dan ga je juist steeds weer maagzuur aanmaken. De beste remedie tegen brandend maagzuur. Afvallen. Stoppen met roken. En stoppen met alcohol. Ook in die hoek. Ja, weer een. Het is ook heel goed voor de hersenontwikkeling om niet te veel alcohol te drinken trouwens. Maakt voor u niks meer uit in deze hoek. Nee, sorry. Ik wil door naar de volgende stelling. Het eten van rood en bewerkt vlees, en dat wil ik even toelichten, bewerkt is... gepekeld, gekruid, gerookt, ingelegd. Wat je dan verder met vlees allemaal kan doen. Als je dat doet, dan verhoog je het risico op het krijgen van kanker. De mensen die het petje op hebben, die hebben gelijk. Ja. Er is een nuance.
Als je denkt, het maakt me niet uit om dikke darmkanker te krijgen, dan moet je vooral doorgaan met eten van rood vlees en bewerkt vlees. En sommige soorten van maagkanker, als je dus die Helicobacter pylori bacterie hebt, die zijn ook gevoelig voor het krijgen van maagkanker. Het advies is om niet meer dan 500 gram rood en bewerkt vlees per week te eten. Dat is best weinig voor jullie, denk ik, of niet? Wie eet er vegetarisch? Kijk. Hartstikke goed. Het is natuurlijk niet verboden om rood en bewerkt vlees te eten, maar kijk of je het af kan wisselen met vis, met kip, met vegetarisch en met een keer een eitje. Maar weet, het verhoogt de kans op. Ja, ik denk dat ik deze opmerking wel 10 keer per week krijg of zo van patiënten. Dus ik dacht, ik gooi hem er hier dan toch nog weer eventjes in. Suiker voedt de tumor. Als u denkt dat dat waar is, doet u uw petje op of uw hand op uw hoofd. Dit is trouwens de laatste stelling, hè, voor het geval dat u denkt, ik word helemaal ziek van die vragen. Dit is de laatste. Ik zie er een paar. Zet hem maar weer gauw af, want het is niet waar. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor. Maar deels is het natuurlijk een heel klein beetje wel waar. Want suiker wordt in het lichaam omgezet tot glucose, dus dat is een brandstof. En de tumor die gebruikt die brandstoffen ook, net zoals alle andere lichaamsweefsels. Eet je een boterham, dan maak je daar ook suiker van. Eet je een aardappel, dan maak je daar ook suiker van in je lichaam, bloedglucose. Dus het maakt allemaal niet zoveel uit of je nou een taartje eet of een aardappel, qua wat je ervan maakt in het lichaam. Heb je een eetpatroon waarbij je heel veel suiker eet, dan heb je wel meer kans op overgewicht en daardoor ook weer meer kans op allerlei andere tumoren. Dus in die zin voedt het wel de tumor, maar niet letterlijk. Deze heb ik eventjes van de website van het Wereldkankeronderzoek gepakt. Het brengt heel schematisch in beeld wat we nou eigenlijk wel, liever niet en helemaal nooit moeten doen. Als we even bij de rode cirkel gaan kijken, zeker probeer te stoppen met roken. Of stop gewoon met roken. Probeer af te vallen. Drink geen alcohol, is het advies van de WKOF. En liever niet te veel in de zon. Liever niet te veel zitten. Zitten is het nieuwe roken. Wordt ook al heel veel keer gezegd. En vermijd zoveel mogelijk bewerkte voedingsmiddelen, vette voedingsmiddelen, gemaksvoedsel, rood vlees. En probeer dan juist wel naar die groene cirkel te kijken, naar je lichaamsbeweging, naar heel veel groenten en fruit te eten. Bonen. Mensen, de boon is het meest ondergewaardeerde voedingsmiddel in Nederland. Eet meer bonen. Heel goed voor u en heel gevarieerd. En drink voldoende, gebruik voldoende vezels die ook zorgen dat alles lekker door blijft stromen. Dan zult u denken van ja, waar heeft deze diëtist al die kennis nou vandaan? Natuurlijk na een gedegen hbo-opleiding van 4 jaar. Maar er zijn ook een aantal websites die wel nuttig zijn in al die 5000 resultaten. En die heb ik even op een rijtje voor u gezet. Degene die sowieso als eerste zoekresultaat naar boven komt is voedingenkankerinfo.nl. Ik heb de URL niet verzonnen, ik vind hem een beetje te lang. Maar het dekt wel de lading. Hier, deze website wordt bijgehouden door diëtisten die werkzaam zijn in de oncologie en in oncologisch onderzoek, wetenschappelijk onderzoek. En daar staan alle feiten en fabels die je kunt vinden over voeding en kanker. Op een rij kan je zo zoeken. Nou, de WKOF heb ik net al genoemd en de WCRF is de Amerikaanse broer.
Het KWF, het Voedingscentrum en kanker.nl, dat zijn allemaal websites waar je dus echt betrouwbare informatie over voeding bij kanker kunt vinden. En ik hoop dat u daar goed gebruik van gaat maken, want er wordt heel veel onzin verkondigd en dat is heel jammer. Ja, de aardappelsoep tegen maagkanker, rauwe aardappelsoep. Er kwam iemand mee aan, die gaf dat haar man elke dag te drinken. Goed. Dus iedereen weet natuurlijk ook wat over voeding. Hè? Dus dat is altijd een beetje het nadeel. Je eet ook de hele dag door en iedereen die weet ongeveer wel wat gezonde voeding is. Maar ik hoop dat deze websites een beetje de bomen in het bos kunnen laten zien. En dan ben ik eigenlijk klaar. Bedankt. Dankjewel, Maartje. Nou, we zijn weer goed bij de les gehouden door je. Dankjewel. Zijn er nog vragen? Dit doen we wel even in een korte ronde, want we neigen naar uitlopen. Ja, helemaal bovenin. Sorry. Goedenavond. U noemde bonen. Hoe zit het met noten? Ja, ook. Ook, goed zo. Ja! Gebrand? Ja. Ja, zeker. Ja, drie jaar geleden of zo zijn de nieuwe voedingsrichtlijnen bekend geworden. En daar kregen noten voor het eerst eindelijk een prominente rol. Eet elke dag een handje ongezouten noten. Ja. Ja, dat dan weer wel, hè? Ja. Ongezouten, ja. Sorry. Ja. 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 Oké, nog één vraag. Ja. Asperges. Wat is uw vraag? Ik heb een keer een heel artikel gelezen dat asperges in allerlei vormen, hoe je dat kan eten, zelfs als remedie wordt aanbevolen. Oh, nou, daar heb ik nog niet van gehoord. Ik zou me eigenlijk dan even in willen tikken op voedingenkankerinfo.nl om daar wat meer over te weten. Daar heb ik nog niet iets over gehoord. Vermoedelijk is het dan nog niet waar. De laatste vraag. Ik zal de vraag even herhalen. Of bonen die je zelf weekt en kookt beter zijn dan bonen die je uit blik of pot kan nemen. Nou ja, tot eergisteren zou ik zeggen zijn allebei even goed. Maar nou hoorde ik dat ze uit de bruine bonen, dat ze daar stroop in doen. Dus nou weet ik het weer even niet. Tot eergisteren zou ik zeggen, zijn allebei even goed. Sowieso het eten van meer peulvruchten is altijd goed. Ja. Ja. Nou ja, meestal als je zelf bruine bonen gaat maken, doe je er toch al iets van suiker in om het smakelijk te maken. En dat doen ze bij hak. Bonduel. Doen ze dat er alvast bij. Hak, bonduel. Ja, ga nog even door. Oké, nou, bonen met suiker. Ik bedoel op peulvruchten, maar bonen met suiker? Nee, dat zie ik toch niet helemaal voor me. Maar Maartje Brand, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Goed, tot nu toe verhalen van onze behandelaars, de diëtisten. En hoe is het nou eigenlijk met de patiënt die maag- of slokdarm krijgt? En we zijn ontzettend blij dat we hier vanavond met een patiënt kunnen spreken met wie het goed gaat. Robert, mag ik je vragen om naar voren te komen? Ja, wil je zitten? Of, ja? Oké. Hebben we geluid? Ik heb niet... Gaat goed. Ja. Oké. Heel erg fijn dat je er bent. Graag gedaan. Ik begin eigenlijk gewoon even middenin. Ik dacht, we gaan het even opbouwen, maar ik begin middenin. Want ik ging jou ophalen bij de receptie. En toen zag ik daar gewoon een man zitten die er heel gezond uitziet. Die er heel goed uitziet. En we hadden elkaar gisteren aan de telefoon. En toen vertelde hij me dat je 30 kilo bent afgevallen door je ziek zijn. Ja, dat klopt. Ja, behoorlijk, hè? Ja, hè? Ja. Maar je ziet er heel goed uit. Gaat het goed met je? Ja, het gaat eigenlijk goed. 30 kilo is wel heel veel. Maar ik was ook wel te zwaar. Okay. Maar achteraf was het ook wel handig om wat extra kilo's te hebben. Want je valt behoorlijk af. Tenminste, in mijn geval wel. Ja. Want vertel, waar is het begonnen? Niet helemaal aan het begin, maar wat was je diagnose? Ik had een tumor van 5 centimeter onderin de slokdarm. Een plaveiselcelcarcinoom. Oké. Dus, Had je lang klachten al?
Nee, heel kort. Ja, ik was op een lekkere vakantie en kreeg pijnklachten. En gelijk na de vakantie naar de huisarts. En een week later zat ik het ziekenhuis voor de eerste onderzoeken. Dus maandag is vastgesteld. En, dinsdag CT-scan, woensdag PET-scan. En de week erop zat ik hier. Oké. Okay. Ja, ging heel snel. Hoe oud was je toen? 43. Oké. Okay. Ja. En toen ben je... Wat is uiteindelijk je behandeling geworden? Hoe ben je behandeld? Nou, het is in augustus vastgesteld. September heb ik 23 bestralingen gehad. In combinatie met 5 chemo's. Daarna een periode voor herstel. Om even bij te komen. En heb ik, eind november heb ik een buismaagoperatie gehad. Waarbij dan de hele slokdarm is verwijderd. En een deel van de maag. En het overige deel van de maag is dan doorgetrokken naar boven. Zeg maar, en weer aangesloten hier. Ja. Okay. Dus, ja. Oké. Okay. Het is snel uitgesproken, maar het is een grote operatie. Ja, ja. Nee, dat begrijp ik. Langdurige operatie, grote operatie. Ja. Je vertelde ook dat je eigenlijk heel snel daarna alweer naar huis kon. Ja, dat klopt. Dat was wel een beetje uitzonderlijk, had ik het idee. Dat kreeg ik ook al mee. Ik ben op dinsdagmorgen geopereerd en de week erop op maandagmiddag ben ik al naar huis gegaan. Okay. Dus dat was al heel erg snel. Mm-hmm. Dus dat ging eigenlijk heel erg goed. Ja. En hoe is het je daarna vergaan, eenmaal thuis? Eenmaal thuis ging dat wel goed. Ik was ook al aan het doorzetten. Ik wilde ook heel snel gaan lopen eruit en bewegen. En, ik had echt zoiets van, nou, ze krijgen mij er niet onder. Ik heb wel de fout gemaakt om mijn voedingszone wel een beetje te snel te laten verwijderen. Achteraf had ik dat toch wel wat meer nodig dan ik dacht. Ik had na een week, twee weken bleven mijn gewicht op een gegeven moment een beetje op hetzelfde pijl. Ik dacht, nou, dat is mooi, het is voor elkaar. Weg dat ding, weer een slang minder. Maar uiteindelijk ben ik daarna toch wel behoorlijk afgevallen. En, want die 30 kilo, je was denk ik al een deel afgevallen voordat je geopereerd werd door je ziekte. Of is dat vooral daarna ontstaan? Nou, het grootste deel van daarna. Okay. Ja, ik was wel wat kwijt ervoor, maar het meeste was daarna. Okay. Ja. En waar zit hem dat in? Ja, dat toch je stofwisseling wel veranderd is. Je kan natuurlijk sowieso geen grote hoeveelheden meer eten. Dus je moet de hele dag door kleine hoeveelheden eten. En dat is heel makkelijk gezegd, maar je bent het ook niet gewend. Je bent al gewend om lekker ontbijten, tussen middag eten en s'avonds lekker een bord vol laaien en gaan. Maar dat werkt gewoon niet meer. Dus ja, je moet gewoon de hele dag door eten. Daarnaast had ik ook gewoon te veel groente en fruit aan het begin. Klinkt natuurlijk heel gezond en dat is het ook. Alleen ja, van groente en fruit word je niet dik. En als je afvalt en je stopt alles vol met dingen waar je niet dik van wordt, dan komt het met dat gewicht niet goed. Dus op een gegeven moment kreeg ik toch de tips, je moet toch wat meer vitamine tabletten gaan nemen. En zorgen dat je dat, al die goede stoffen maar in kleine hoeveelheden binnenkrijgt. En dan kan je de rest van de ruimte gebruiken voor dingen waar je wel van aankomt. En inderdaad wel heel goed opletten dat je wel gezond blijft eten. Heel veel dat kip, zijn die, eiwitten. Onder andere die eiwitten, hè? Waar Maartje het net ook over had. Ja. Okay. Dus dat is wel heel belangrijk om dat op te letten. Ja. Wat zijn de gevolgen van dat vele afvallen voor jou geweest? Misschien eigenlijk je ziekte, het feit en je behandeling dat je een buismaag hebt gekregen. Wat zijn de gevolgen geweest? Ja, dat zijn al een beetje twee losse dingen. Gevolgen van de operatie sowieso. Het ziek zijn is dat ik daarvoor nog volop aan het werk was en dat ik nu volledig afgekeurd ben. Dat ik gewoon echt te weinig energie heb om nog te kunnen werken. Ik was assistent accountant, dus ik zat de hele dag achter mijn bureau. Ik zou zeggen, nou, dat kan toch nog wel, je hoeft alleen maar te zitten. Maar ik ben ook echt mijn concentratie kwijt. Als ik daar een uur me ergens op moet zetten, zwaar geconcentreerd, dan krijg je echt hoofdpijn en dan krijg je migraine en dan ben ik er helemaal op. In principe kan ik lichamelijk alles doen, alleen ik hou het niet zo lang vol. Dus ja, je kan alles, alleen ik kan lekker wandelen, maar geen hele grote wandelingen. En ik kan van alles in de tuin doen, maar ik moet wel heel veel pauzes nemen. En als ik gegeten heb, dan krijg je daarna vaak een enorme dip. Want dan je eten, dat wordt niet te langzaam in de maag, door je maag afgegeven naar je darmen, maar dat wordt gelijk heel doorgestort. En dan moet het allemaal even verwerkt worden. Dus als ik heel weinig eet, dan heb ik daar minder last van, maar dan krijg ik weer te weinig voedingsstoffen binnen en dan val ik eraf. Maar ja, dat wil je niet, dus dan ga je maar weer meer eten en dan krijg je weer een enorme dip. En als je te snel eet, dan kan ik weer last krijgen van darmkrampen. En dat kan een half uurtje zijn, dat kan ook 2 uur duren, dat wisselt. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je dat elke dag krijgt. Want je leert mee omgaan en dat wordt ook rustiger naarmate dat je de operatie lang achter de rug hebt. Mm-hmm.
Dus aan het begin heb je dat wat vaker, maar je moet ook leren wat je wel en niet kan. Aan het begin weet je gewoon niet van hoeveel kan je eten. We hadden nog even over dat telefoongesprek wat we gisteren samen hadden. Hè? Want toen vroeg jij van, goh, hoe laat zal ik komen? Kan ik ook nog wat eten bij jullie? Nou, natuurlijk, hè? We eten van tevoren wat. Oh, wat eten jullie dan? Ja, we eten nasi, zei ik. En toen moest je eigenlijk heel erg lachen, hè? En ik dacht nog, oh jeetje, dat zal wel veel te heftig zijn, nasi. Maar wat vertelde je me toen? Ja, nou, het is wel leuk. Ik mocht natuurlijk een week niet eten na de operatie. Want dan zitten er allemaal hechtingen en dan mag je niet eten. Want het kan allemaal doorgelekken en dan krijg je ontstekingen. Dus dat moet eerst allemaal genezen zijn voordat je mag gaan eten. Dus na een kleine week krijg je dan een test. Dan moet je even wat vloeistof doorslikken. Maar dan maken ze lekker een echo om te kijken of alles dicht is. Nou, dat was gelukkig dicht. Dus de eerste dag mocht ik wat vloeibaar eten. En de volgende dag was ik al thuis. Het eerste wat ik gegeten heb thuis was nasi met satésaus. Nou, was me toch een partij lekker. Dus dan kom ik terug het AVL en dan krijg ik nasi met satésaus. Ja. En toen zeiden we tegen elkaar, nou, de cirkel is rond. Het was dan, rond. Ja, de cirkel is rond. Ja. Want dat vertelde je ook, je hebt je smaak nog kunnen behouden. Er is niks in veranderd. Dus het smaakt nog lekker. Ja, het smaakt heerlijk. Ja. Dus aan de ene kant is dat natuurlijk ontzettend fijn. En dat is het ook gewoon echt. Ja. Aan de andere kant is het ook wel een beetje een vuilkuil. Want als het natuurlijk heerlijk is en je blijft lekker eten... Ja. Eet je snel te veel. Ja, dat gaat niet. En nou, thuis weten ze het al precies. Als ik echt helemaal vol begin te raken, dan begin ik te hikken. Oké. Okay. Te hinken. Dan krijg ik de hik. Nee, niet te hinken. Ja, de hik. Ja. Ik zou er raar uitzien. Ja. Ja. Maar dan krijg ik de hik. En als het dan weer gezakt is, dan gaat het weer over. Ja, oké. Okay. Ja, dat is gewoon een beetje een indicator eigenlijk van dan heb je te veel gegeten. Net een paar happen te veel genomen. Ja. En, nou vertel je wel over de beperkingen en die zijn er echt. Hè? Ik bedoel, het lijkt me heel wat om niet meer te kunnen werken, om niet meer zo te kunnen eten als je gewend bent, om niet meer de energie te hebben die je gewend bent. Mm-hmm. Maar je bent ook een optimistisch mens. Ja, absoluut. Want het punt is, mensen vragen ook altijd van hoe is het nu met je? En dan ga je vertellen wat er veranderd is. Dat je minder veel kan eten, dat je meer energie hebt. Nou, ik ben mijn baan kwijtgeraakt, je komt thuis te zitten. Maar er zijn ook heel veel dingen die niet veranderd zijn. Want pas was het mooi weer, daar heb ik op een partij van genoten. Ja, en nou is het even wat minder, maar dat komt ook wel weer goed. En zo zijn er natuurlijk gewoon heel veel dingen in het leven waar je gewoon echt van kan genieten. En dat blijft. En op het moment dat je natuurlijk voor een operatie staat en je wordt door de kanker bedreigd met je leven. En je mag er doorheen komen. Ja, dan heb je toch weer de toekomstvisie. Hè? En dat is natuurlijk toch waar het om gaat. Ja, ik ben vader van twee zonen. En dan denk je van ja, ik zou er toch bij willen zijn als die jongens nog eens de deur uit gaan. En misschien met een trouwerij erbij en dergelijke. En dan wil ik er graag bij zijn. Hè? En zo zijn er heel veel dingen die in één keer door je heen gaan waar je bij wil zijn. Wat je enorm gaat beseffen op het moment dat je ziek bent. En natuurlijk heb ik een heleboel beperkingen. Maar er zijn ook hele mooie dingen. En juist de mooie dingen in het leven, die ga je nog veel meer beseffen op het moment dat je ziek bent geweest. Dat je weet van ja jongens, hier gaat het om. Het gaat niet alleen om carrière en meer geld en alles meer. Het zit hem juist in die kleine dingen waar je ontzettend van kan genieten. Mooi. Ja. Je noemt je zoons en je bent getrouwd. Ja. Want kanker krijg je niet alleen, hè? Nee, absoluut niet. Het heeft een enorme impact op je gezin. Ook op andere familieleden en vrienden, kennissen, maar vooral op je gezin. En het is ook heel belangrijk om ook daar oog voor te hebben. Want het doet emotioneel heel veel. Niet alleen met jezelf, maar misschien nog wel meer met je naasten. Je merkt ook wel dat op een gegeven moment is de operatie voorbij. En dan kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje van een naonderzoek. Van ja, er zijn geen verkeerde cellen meer gevonden. En dan ben je ontzettend blij. En dan zeggen de mensen, nou, dat is mooi hè. Het is voorbij. Jullie hebben het gehad. Maar dat is niet waar. Maar je hebt het niet gehad. Want je hebt natuurlijk die klachten nog die je daarna krijgt. Omdat je anders bent geworden, lichamelijk. Maar ook tussen je oren moet je nog het een en ander verwerken. En neem daar de tijd voor. Want je hoeft niet alles gelijk af te sluiten en te zeggen, nou, het is voorbij, ik moet maar verder. En we hebben het er niet meer over. Dat is gewoon dikke onzin. Want je bent gewoon een mens met emoties, zoals iedereen die heeft. Maar dat geldt ook voor de mensen om de patiënt heen. Want die dreigen ook iemand kwijt te raken.
En heb er oog voor met elkaar. Ja, ook een ander dingetje vond ik nog. In het beginstadium, nog voor alle behandelingen zijn begonnen, hebben wij als gezin ervoor gekozen om een hele fotosessie te laten maken. Nou ben ik er gelukkig goed doorheen gekomen en daar ben ik de mensen hier heel erg dankbaar voor. Maar ja, je weet niet hoe je verandert of hoe het verder gaat. En als je eenmaal heel ziek bent en je vermagert misschien of je hebt, krijgt bijwerkingen van chemokuren. Ja, dan zie je er niet meer zo uit zoals je er altijd uitgezien hebt. En dan is het wel heel sneu als mensen moeten gaan zoeken van hebben we nou ergens een foto waar hij of zij heel goed op staat. En zo'n fotosessie doe je misschien niet voor jezelf, maar wel voor de mensen die je mogelijk achterlaat. Denk daarover na. Dat vind ik wel een ding om te doen. En als je er heel goed doorheen mag komen, zoals wij gelukkig mochten meemaken in mijn geval. Nou ja, dan heb je gewoon een leuke fotoserie. Ja, nooit weg toch? Ja. Zo is het. Ja. We gaan afsluiten. Er viel me één ding op. En dan moet je me toch eens uitleggen. Je heet Robert Molenaar. Uh-huh. En dan zie ik jouw e-mailadres. En dan is het Robert. Oh nee, ik ga het niet helemaal vertellen. Want ik ga ze allemaal mailen. Maar daar komt helemaal niet jouw achternaam in voor. Maar daar staat Elvin. Vertel, hoe zit dat? Wat is dat, Elvin? Nou ja, mijn vrouw heet Ellie. En daar ben ik fan van. Dus ik ben Elfan. Oh, ja. Helemaal goed. Oké, Robert. Ja. Oké. En dan schaam ik me niks voor, hoor. Nee. Mooi toch, ja, juist. Absoluut, ja. Oké, ik overviel je met deze vraag. Ja, dat ga ik niet. Oké. Ja, geweldig. Ontzettend fijn dat je je verhaal hebt willen vertellen. En ik denk, volgens mij heb je alles verteld. En de goede dingen, de moeilijke dingen. En ontzettend fijn dat je hier bent en dat je dat met ons wilde delen. Dank je wel. Prima. Je bent hier zo dadelijk nog, hè, begreep ik. Die energie heb je nog. Ja, dus dat wil ik inderdaad wel zeggen. Van als iemand denkt, van, je vertelt van alles nog wat. Maar ik heb een brandende vraag, die zou ik aan je willen stellen. Ja. Ik ben hier straks gewoon nog. Kom gewoon naar me toe. Ja, precies. Niet, daar ben ik voor. En het is allemaal een heel leuk verhaal waar je het mee te maken krijgt. Maar als het dan toch zo is, laten we dan in ieder geval elkaar helpen om de informatie te geven en tips uit te wisselen. Want het is met elkaar de strijd aan gaan. En dat is gewoon belangrijk. Prima. Met elkaar. Dankjewel, heel fijn dat je bent. Blijf zitten nog even. Goed. Robert is zo dadelijk in de foyer nog aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Maar dat geldt ook voor alle sprekers die hier vanavond waren. En wie u daar ook kunt ontmoeten, dat zijn mijn collega's Veronique en Hanneke. Misschien willen jullie heel even opstaan. Jullie kijken me allebei aan, wat gaat hier nou gebeuren? Dit zijn Veronique en Hanneke. En Hanneke en Veronique zijn mijn collega's van de AVL Foundation. Want daar wil ik u toch nog even op wijzen. Er zijn ook vrienden van de AVL Foundation in de zaal. Want u heeft gehoord vanavond, we doen heel veel onderzoek en er moet ook nog heel veel onderzoek gebeuren. Maar onderzoek kost tijd en onderzoek kost ook geld. En we kunnen heel veel doen dankzij donateurs, dankzij de vrienden van de AVL Foundation. Nou, mocht u daar nou bij willen horen en ook vriend van willen worden en ons steunen. Nou, dan zou u zo dadelijk even bij Veronique of bij Hanneke langs kunnen gaan. Er liggen ook folders in de foyer. En zij staan voor u klaar, wij staan voor u klaar. Ik bedank u heel erg voor uw aanwezigheid. Ik nodig u uit om nog even naar de foyer te gaan. Er staat een hapje en een drankje. Ik hoop dat het een goede avond voor u is geweest. Hartelijk dank.